Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Wie cocaïne wil snuiven, kan momenteel naar hartelust zijn gang gaan. Ons land wordt overspoeld door megapartijen coke. Ik denk dat het bij deze personen wel gebruikelijk is. Coke is de wiet voor rijke mensen. Wat je hoort en leest is dat er een hele grote druk is. Vooral bij de jonkies om zich te bewijzen en lange dagen te maken. Ja, en als je dan even een lijntje neemt, dan ben je weer wakker. Bij de Amsterdamse politie zijn grote zorgen over drugshandel in de hoofdstad. Absoluut, ja. De hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie die doet eigenlijk een noodkreet vandaag in NRC Next. Want hij zegt ecstasy en cocaïne normaliseren in Amsterdam. En je ziet de invloed van drugscriminelen steeds groter worden. Een maand geleden liep in Amsterdam-Noord een man op klaarlichte dag onder het oog van een bewakingscamera een bedrijf binnen en schoot een onschuldige man dood. Grote zorgen bij de politie over de toenemende verjonging en verharding in de Amsterdamse onderwereld. Alleen al in januari waren er in de hoofdstad twee liquidaties. Onder meer in een buurtcentrum waarbij een onschuldig slachtoffer viel. Er zit wel een patroon achter waar wij zorg over maken. En dat is toch een beetje wat wij zien in wat voor soort type daders zien wij nu optreden. Was dat een fors aantal jaren geleden nog in de golf van de jaren 80, 90 hitmannen? Die uit het buitenland kwamen, professionals voor 50.000 euro. De afgelopen jaren hebben we dat zien gaan. En dat zou hier ook wel eens rondom deze zaak zijn. Jonge jongens uit delen van Amsterdam, kansarm. En wij horen bedragen van tussen de 3.000 en 5.000 euro voor een liquidatie. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk wat er vandaag weer is gebeurd. Weer een liquidatie in Amsterdam. Volstrekt onacceptabel en onaanvaardbaar. Ja, goedenavond iedereen. Hartelijk welkom. Welkom in de Bali. Welkom bij de avond Je Gram Halen in Mokum. Een samenwerking tussen de Bali en Stichting Argan. Voor te beginnen misschien toch goed om even te zeggen dat ik enorm blij ben dat we dat met Stichting Argan doen. Omdat Stichting Argan benaderde ons om, laten we in Amsterdam als grote stad vooral zoveel mogelijk samen doen en zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen. Nou, het feit dat het volle bak zit bewijst volgens mij dat dat gelukt is. En misschien is het ook niet zo gek, want we hebben best wat te bespreken vanavond. In het filmpje wat je net zag, lieten we eigenlijk al twee hele sterke beelden zien. Aan de ene kant het beeld van je moet toch kunnen gebruiken waar je zin in hebt. Amsterdam is een tolerante stad, dus als er mensen iets gebruiken, dan wie zijn wij om daar wat van te vinden. En aan de andere kant het beeld dat ook steeds vaker terugkomt vanuit de politiek, vanuit de politie, maar ook vanuit de samenleving wel. Van er is toch een bepaalde criminaliteit, er is een achterkant in ons huidige drugssysteem waar we over moeten praten. Dat gaan we vanavond doen en dat doe ik niet alleen. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben programmamaker bij de Bali en ik ga vanavond met Jamila Aanzi dit gesprek met jullie leiden. Wat we gaan doen is praten. Jullie zullen ook veel aan het woord komen. En op die manier kijken, proberen we een beetje de feiten, de onzin en het morele gesprek dat we hierover moeten voeren op gang te brengen.
Ja, Tim. Dankjewel. Dames en heren, mijn naam is Emile Aanzi en ook namens mij een hele goede avond en welkom hier in de Bali. Ik mag namens Stichting Ergen deze avond co-modereren. En wat gaan we vanavond doen? We gaan het over drugs hebben. En drugs is een spannend onderwerp, maar het is ook een lastig onderwerp. Dus we hebben voor vanavond verschillende gasten uitgenodigd die ons als het ware een totaalplaatje gaan schetsen. Van de cijfers tot aan politiek, beleid, handhaving en persoonlijke verhalen, zodat als we straks ons richting de bar begeven, we eigenlijk alles of bijna alles weten over het thema. Er is één kleine wijziging in het programma, en dat heeft u wellicht meegekregen. Wethouder Rutger Groot-Wassink heeft zich helaas moeten ziek melden. Maar gelukkig hebben we Reinier van Dan zich bereid gevonden om op deze Ajax-avond aan te schuiven en mee te praten. Dank Reinier en welkom. En zoals Tim al zei, ook u komt aan het woord om vragen te stellen of om opmerkingen te plaatsen. En het kan zo zijn dat u zich zo ergens in de loop van de avond denkt van nou, ik ga gewoon mijn persoonlijk verhaal delen over drugsgebruik. Dat mag, dat kan. De aanwezige politie zal zeer collant met de informatie omgaan. Maar ik moet u wel vertellen dat deze avond gelivestreamd wordt. Dus het kan zomaar zijn dat uw ouders of uw werkgever meekijkt. En die zijn toch vaak iets minder coulant dan de politie. Dat gezegd hebbende, voordat we aan de avond gaan beginnen, is het misschien wel leuk om even wat mensen te vragen waarom ze hier zijn of wat ze verwachten van deze avond. Ja, zeker na je aankondiging dat er een livestream is, is dan maar meteen de vraag. Hè? Is er iemand die wil vertellen waarom die vanavond hier is? Waar hoopt iemand op? Het is een goed moment om dat te doen. Als je het nu doet, dan wordt die vraag waarschijnlijk sowieso gesteld, want dan hebben we nog dik anderhalf uur om hem te beantwoorden. En anders wordt het zo'n klassikaal systeem dat ik dan iemand zo ga opzoeken. Ja, ik zie daar iemand. Ik kom naar u toe. Oh, ja. Dan hoort de rest het ook. Ik hoop dat we een beetje een beeld krijgen van de onderwereld die schuil gaat achter de cocaïnehandel. Want heb je daar zelf een beeld van? Ik heb er wel een idee van. En wat is dat idee? Dat, dat de gebruikers ook bloed aan hun handen hebben. Ondanks dat we het doorhebben, zeg ik even. Maar ja. Nou, volgens mij komt dat zeker aan bod, vooral ook omdat de politie zo meteen een inkijk zal geven in wat zij allemaal tegenkomen. Is er iemand anders die zegt, ik ga echt niet slapen vanavond als ik dit niet te weten ben gekomen? Dit is het moment. Ja. Ik ben wel benieuwd naar interessante politieke uitspraken van, jammer dat Rutger niet is, maar dan mag meneer Wassink dan van Dan zich dat doen. Dus, En hoop je op een specifieke uitspraak? Of? Ja, ik ben heel benieuwd in hoeverre het zelfbeschikkingsrecht voor het gebruik van drugs, in hoeverre we daar uit die impasse kunnen komen. Dat is toch, denk ik, de rol voor de politiek is daar heel belangrijk. Ook voor de aanwezige politie om richting te geven aan. Ja. Oké, okay. Nou, Reinier heeft even de tijd om daarover na te denken. Dus we gaan een beeld schetsen van die achterkant eigenlijk. We gaan op zoek naar misschien dat is eigenlijk ook een moreel gesprek, hè? Van mag je doen met je lichaam wat je wil? Is er iemand die zegt, dan missen jullie nog echt wel dit? Ja, helemaal boven. Ga jij naar boven? Ja. Trouwens, best een goede uitnodiging naar politici. Ik hoop op een politieke nieuwswaardige uitspraak. Die ga ik erin houden. Ja. Zeg het eens. Ja, ik heb vaak gefilosofeerd over fair trade coke. Dus ik ben wel benieuwd, kan het ook anders? Ja. Fair trade coke. En wat kwam er zoal voorbij in het fantaseren over fair trade coke? Ja, dat is dus de vraag. Dat wil ik. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Oké. Okay. Nou, we hebben onder meer Thijs Roes, die voor de Correspondent veel heeft geschreven over het drugsbeleid van de toekomst. Misschien dat we daarin ook mee kunnen nemen. Is er nog een laatste iemand die zegt, dit wil ik nog even... Ja. Ja, ook weer misschien naar die meneer toe daar. Ja. Ik ga hem even doorgeven. Ik hoop dat de livestream ook door Politiek Den Haag wordt gevolgd. Omdat we in deze politieke klimaat niet de verbanden zien. En ik hoop dat we hier een verband kunnen zien tussen de achterkant en de voorkant. En dat zie je ook met radicalisering, dat zie je met heel veel onderwerpen. En we focussen ons alleen maar op die problemen, maar het staat niet op zichzelf, zeg maar. Nee. Nou, daar gaan we het ook zeker over hebben. Het voordeel is de livestream is terug te kijken, dus als ze niet gekeken hebben, kan je het gewoon opsturen. Ja, dan maken we wel een mailinglijst daarvoor. Laten we vooral snel beginnen. Wat gaan we doen? We beginnen zo met Floor van Bakkum. Zij is expert van Jelinek, die ons wat cijfers en wat beelden geeft van wie gebruikt er nou, hoe zit dat in Amsterdam? Vervolgens gaan we in gesprek met fractievoorzitter van D66, Reinier van Danzig, en Olivier Dutiel van de Amsterdamse politie, die ook zal uitleggen wat hij precies doet en wat hij tegenkomt.
Daarna is er even een kort moment, want ik merk altijd dat zo na 20 minuten er minimaal 2 mensen enorm op een stoel zitten te wippen van dit moet ik toch vragen. Ik denk meer dan nu zelfs. Dus dan gaan we dat even kort doen en vervolgens schuiven Thijs Roes en Floor van Bakken wederom aan en praten we met z'n vieren verder over nou, hoe nu verder, welke interventies kunnen we concreet doen. Dan is er uitgebreid ruimte voor gesprek met de zaal. En aan het eind zo iets na 9:30, maar uiterlijk 9:45, zal Atta de Tolk, die daar heel verdekt hard aan het werk is, de avond voor ons bespreken in een spoken word. En daar kijk ik enorm naar uit, want ik weet niet wie hem wel eens heeft opzien treden, maar dat is vrij fantastisch. Maar laten we nu vooral snel beginnen. Ik geef graag het woord en geef er een warm applaus. Floor van Bakken. Ja, mij is gevraagd om even kort een beeld te schetsen van hoeveel er nou gebruikt wordt als het gaat om cocaïne. Als je zo de beelden van de tv ziet, dan denk je dat ongeveer heel Nederland, in ieder geval heel Amsterdam, aan de cocaïne zit. Nou, dat is absoluut niet het geval. Als je kijkt naar de cijfers van Nederland, dan zie je gewoon dat als je kijkt naar de gehele bevolking, en dan heb je het over het ooit gebruikt, dan gaat het over wie er ooit in zijn leven wel eens cocaïne heeft gebruikt, dan zie je dat het percentage zo rond de 5% ligt. En als je dan kijkt naar in het laatste maand gebruik, dan zal het percentage zo rond 1% liggen. En dit zijn dus de mensen van 16 tot 65 jaar. Het is natuurlijk veel interessanter om op bepaalde groepen in te zoomen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar groepen van 15 tot 35 jaar, dan zie je dat de percentages wel stijgen. Dan is het laatste jaar, of ooit gebruik is dan rond de 7%. En als je dan kijkt naar het laatste jaar gebruik, ligt dat zo rond de 3%. Voor ons is het natuurlijk het meest interessant om te kijken naar Amsterdam. En als je naar Amsterdam kijkt, dan is het natuurlijk interessant om te kijken naar een bepaalde specifieke groep. En dat is de groep die veel in het uitgaanscircuit rondhangt. Wij noemen dat de frequente stappers. Omdat, ja, als je kijkt naar recreatief gebruik, is dat de groep waar het meest recreatief gebruikt wordt. En dus ook veel cocaïne gebruikt wordt en geëxperimenteerd wordt met die groep. Ik laat jullie wat... Ik doe het niet. Wat cijfers zien van het antenneonderzoek, dat wordt hier altijd onder clubbers en ravers in Amsterdam uitgevoerd. En wat je daar ziet, is dat het cocaïnegebruik daar een stuk hoger ligt, zo rond de 20%. Dan hebben we het over laatste maand gebruikers. Ik wil wel heel specifiek zeggen dat het om een hele specifieke groep gaat, dus niet over heel Amsterdam. Maar over een groep die dus frequent uitgaat, die tussen een bepaalde leeftijdscategorie zit. Maar dat is denk ik de groep waar we het hier over hebben. En als we dan kijken naar hoe vaak gebruiken deze mensen en is dat problematisch. We hebben natuurlijk gevraagd aan deze mensen van hoe vaak gebruik je cocaïne. Gemiddeld is dat ongeveer 8 keer per jaar. Dus dat is niet ieder weekend. Maar dat is af en toe als ze eens een keertje naar een feestje gaan. Daar zitten natuurlijk grootgebruikers onder en er zitten natuurlijk kleingebruikers onder. En dat gemiddelt zichzelf uit. Maar het is niet zo dat iedereen in Amsterdam massaal hier elk weekend aan de cocaïne zit. Er is natuurlijk wel één grote maar bij dit onderzoek. In dit soort onderzoeken worden toeristen niet meegenomen. Dat is natuurlijk wel een groep die in Amsterdam steeds groter deel uitmaakt van het uitgaanscircuit of van het openbare leven. En die is dus niet vertegenwoordigd in dit soort onderzoeken. En die is voor ons natuurlijk ook heel moeilijk te vangen en heel moeilijk weer te geven van wat toeristen hier nou doen als ze in Nederland zijn of in Amsterdam zijn. Een deel van de toeristen zal absoluut hier op zoek zijn naar drugs. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel toeristen die hier komen voor het bezoeken van het Van Gogh Museum en helemaal nooit drugs zullen aanraken. Dan als je kijkt puur naar de problematiek. Dat gaat om mensen die dus zoveel cocaïne gebruiken dat ze uiteindelijk in de problemen komen hiermee. Dan zie je dat dit zijn de cijfers van de verslavingszorg landelijk. Dus niet specifiek voor Amsterdam. Maar dan zie je dat alcohol nog echt het grootste middel is als het gaat om probleemgebruik. En dat cocaïne eigenlijk pas op de 4e plek komt. Na de opiaten. Dus wat dat betreft is het een middel waar wel degelijk problemen mee zijn. En waar je wel degelijk ziet dat mensen uiteindelijk verslaafd aan raken. Maar lang niet iedereen die met cocaïne gebruikt begint, die raakt uiteindelijk verslaafd en komt bij de verslavingszorg terecht. Dan als laatste dia, voordat ik ga stoppen, nog even een hele kleine inblik in de markt. Hoe ziet die cocaïnemarkt er tegenwoordig naar uit? Nou, eigenlijk kun je zeggen dat de cocaïnemarkt steeds
zuiverder wordt. Ik mag nooit zeggen steeds beter, want dat is alsof het een goed middel is. Cocaïne is natuurlijk riskant. Maar wat we zien is dat de cocaïnemarkt eigenlijk steeds zuiverder wordt. Dus mensen die cocaïne kopen, die krijgen ook werkelijk cocaïne. De versnijdingen nemen af, de zuiverheid neemt toe, het percentage neemt toe. Dus wat dat betreft is de markt gewoon heel puur en zuiver. En dat is mijn korte verhaal over de situatie waarin we zitten. Dank je wel. Dankjewel, Floor, voor het schetsen ons van deze cijfers te voorzien. Wij gaan jou straks nog uitgebreid spreken. Maar voor nu wil ik graag Reinier van Danzig aan tafel vragen. En Reinier is fractievoorzitter van D66 hier in Amsterdam. En voert namens zijn fractie onder andere het woord over veiligheid en toerisme. En is daarnaast ook horecaondernemer in Amsterdam. Dames en heren, Reinier van Danzig. En we praten natuurlijk ook met Olivier Dutiel, hoofdregionale recherche in Amsterdam en gespecialiseerd in zware criminaliteit. Dames en heren, Olivier Dutiel, welkom. Ja, heren, beide welkom. Bedankt. Goed dat jullie er zijn. We hebben al een aantal, ik denk dat er al een aantal dingen zijn geschetst waar we lang over door kunnen praten. Maar misschien eerst om het neer te zetten, Olivier Dutiel. U vroeg mij vooraf om je te zeggen trouwens. Dat zeg ik. Ik vind het raar om tegen de politie om je te zeggen, maar ik ga het proberen. Ja. misschien eerst maar even om het neer te zetten. U bent, hoofdregionale recherche van Amsterdam. Wat betekent dat? Waar bestaat jouw werk precies uit? Dat ik onderdeel uitmaak van een organisatie met dik 5000 mensen die zich bezighoudt met alles wat een beetje goed zou mogen lopen in deze samenleving. En zelf de regionale recherche houdt zich onder andere bezig met de georganiseerde misdaad. Verdovende middelhandel is daar een onderdeel van. Nog veel meer andere aspecten ook, maar goed, dat voert wellicht wat ver. Maar zeker ook met de gevolgen van de verdovende middelhandel zoals wij die zien. Dus het extreme geweld. Ja. Daar wil ik zeker wel wat over vertellen straks. En op wat voor manier kom jij in je werk cocaïne, drugscriminaliteit tegen? Waar zie je dat? Is dat iets wat de hele week eigenlijk als een rode draad door jouw werk heen loopt? Als ik een politie breed pak, dan misschien wel twee categorieën. Eentje is dat gebruikers het niet altijd even goed kunnen verwerken. Dus de gebruikers van verdovende middelen die eindigen nog wel eens in ziekenhuizen. Of bij de psychiatrie moet ik overigens ook zeggen. Die echt redelijk de weg kwijt zijn. Dus dat is iets waar wij een behoorlijke stijging zien in de hulpverlening zeg maar, die we in Amsterdam hebben uit te voeren. En anderzijds, en dat is een veel minder plezierig aspect van het werk, is dat met de handel in verdovende middelen zo enorm veel geld gemoeid is dat onlosmakelijk daarmee verbonden geweld is. En ook grof geweld, extreem geweld. En die excessen, zeg maar, ja, die krijgen wij natuurlijk wel op ons bordje. Ja. En helaas komt dat nogal eens voor. En hoe ziet dat eruit? Betekent dat jullie een groot deel van jullie tijd bezig zijn met achter dealers aanrennen? Is dat containers leegtrekken? Ik probeer een beeld te krijgen van wat precies is wat jullie doen. Ja, nou, ik weet niet of je dat wil. Je zou wellicht willen dat je daarin een groot verschil zou kunnen maken. De realiteit is dat deze markt zo enorm groot is. En wellicht heeft u gelezen, er is een onderzoek gedaan naar de omzet van de handel alleen in Nederland. Hè? En tikken er 20 miljard aan. Dat is echt een enorm groot bedrag. Het is ook niet zo dat we dus alles maar kunnen tegenhouden. Wij richten ons specifiek op dat element waarbij de verbinding is tussen handel in verdovende middelen en het excessieve geweld. En dat is voor ons natuurlijk het allerbelangrijkste. De realiteit is dat er zo enorm veel geproduceerd wordt in de wereld, dat je hoe dan ook daar ook in Nederland mee van doen krijgt. Ja. En om wat voor groepen gaat het? Is er iets over te zeggen? Groepen die dus verbonden zijn aan die handel, aan die criminaliteit waar je zich... Zo op verschillende niveaus. Internationaal heb je gewoon een groot aantal mensen dat meesnoept van deze markt. Dat partijen richting Europa laten komen, partijen richting Nederland laten komen, deels voor gebruik hier. We hebben net gehoord dat de aantallen aan zich, als je kijkt, nog best wel meevallen. Maar we zijn ook een doorvoerland. Onze handelsgeest die doet het ook in dit deel van de wereld het goed. Dus we voeren helaas ook door. Dus dat is een aspect wat er echt wel toe doet. Maar dan heb ik nog niet helemaal in Amsterdam, want we praten over Amsterdam. Is daar iets over te zeggen? Hebben jullie inzicht? Hoe is jullie informatiepositie? Ik bedoel, er is een probleem. Hè? Dat hebben we geschetst. Er is criminaliteit die rondom drugs hangt en dus rondom kook ook. Tenminste, zoals we het nu hebben ingericht, is dat het geval. Ja.
Maar we proberen natuurlijk inzicht te krijgen in wie die mensen dan zijn die daarmee bezig zijn. Ja. Hoe sterk is jullie positie en om wie gaat dat dan? Ja, goed, u volgt vast en zeker de media. Dus dan kunt u inmiddels wel de conclusie uittrekken dat we redelijk zicht hebben op wie er mee bezig zijn. En wat is er wel gebeurd. Tegelijk, ja, je moet ook mensen echt kunnen aanhouden en het bewijsbaar kunnen maken om ze voor een rechter te krijgen. Dat is best een uitdaging, zeker omdat de organisatie groot is. En het tweede aspect wat echt wel meespeelt, en dat is een beetje aan de onderkant van de organisatie, is dat er mensen gebruikt worden om uiteindelijk die verdovende middelen ook uit te venten, zal ik maar zeggen. Dan wel, en nou ja, dat aspect dat is u ook bekend, of je bekend, is dat mensen afgestraft worden. Er is nogal wat geweld in deze wereld. Men handelt niet altijd even eerlijk, zal ik maar even zeggen. Er zijn zoveel belangen, er is zoveel geld staat er op het spel. Ik zeg eigenlijk altijd, geweld is onlosmakelijk verbonden met deze wereld. Ja. Renny van Danzig, hoe luister jij hiernaar als politicus, maar ook als horecaman? Hè? We hebben van Floor van Bakkum gehoord dat het ook vooral gerelateerd is aan de mensen die misschien maar 8 keer per jaar, maar die het gebruiken. Ja, kijk, als horecaman wil ik wel beamen dat verreweg de grootste problematiek voortkomt uit alcohol. In ieder geval verslavingsproblematiek. Ik denk dat we daar ook nog een hele lange weg te gaan hebben. Maar als de politie en zeker de recherche spreekt over deze problematiek, ja, dan probeer ik aandachtig te luisteren. Want ik vind het een heel serieus probleem. Ik vind in een stad waar een woord als vergismoord opeens bonton is geworden, moet je echt extreme zorgen maken. Tegelijkertijd wil ik daar wel bij zeggen dat ik niet geloof dat een grote mate van repressie op het gebied van drugs deze problemen zal oplossen. Ik denk dat we een paar dingen moeten doen. We zullen eigenlijk nog veel progressiever moeten zijn met het legaliseren van softdrugs. Ik zou erg graag zien dat de achterdeur van de coffeeshops gereguleerd wordt om in ieder geval dat geld uit de markt te halen. Ik denk dat je ook wel moet nadenken over bijvoorbeeld zaken als MDMA, omdat je daar ook die markt kan scheiden en tegelijkertijd tegen criminelen keihard moet optreden. In ieder geval de grote boeven. Maar een belangrijkste punt is misschien nog wel dat je moet zorgen dat al die jongeren die een afslag ergens gaan nemen. Hè, ik denk altijd, niemand wordt geboren of zit op de kleuterschool en denkt, er komt een keer een dag dat ik met een bivakmuts over mijn hoofd een buurthuis in ga rennen. Iedereen heeft een kans. En wij zijn wel heel veel van deze jongeren vergeten mee te nemen. Dus ik denk dat we allemaal, en ik weet dat de politie dat ten zeerste deelt, moeten investeren in preventie, in kansen, in zorgen dat je en niet op een pleintje hangt en wat gaat brengen voor een crimineel, maar gewoon naar bijles of naar sport gaat. Uiteindelijk is dat de oplossing. Daar knelt het. Dat is niet van vandaag of morgen geregeld. Dus in de tussentijd hebben we eigenlijk veel meer van dit soort mannen en vrouwen nodig die kunnen reageren, die echt criminelen kunnen aanpakken. Ja. En daar hebben we Den Haag wel keihard nodig, want dat is gewoon veel te weinig. Ja, en om aan te vullen, dat spreekt me zeker aan, dat is ook wat we doen. Repressie is zeker niet het enige, maar sterker, dat zal ook nooit de oplossing zijn. Maar u noemde de politie. Maar in de samenwerking die wij zien, met name onder andere met de gemeente, maar ook nog een aantal anderen, zijn wij heel hard bezig om ervoor te zorgen dat die aanwas aan de onderkant. Ja. Mensen die toch soms wat aan de zijkant van de samenleving staan, soms wat kansarm zijn, niet altijd goed kunnen meekomen en kwetsbaar zijn voor invloeden vanuit deze wereld, om die juist met name daar maar niet in te krijgen. Ik vind dat toch abstract. Ja, want het zijn mensen aan de zijkant, mensen aan de onderkant. Zal ik gewoon proberen wat voorbeelden te geven? Ja, wie zijn die mensen? Okay, we hebben jongeren met een licht verstandelijke beperking. Die zitten vaak ook nog in een biculturele setting. Dat wordt niet goed erkend, wordt op school niet erkend. En eigenlijk tijdens al hun sociale contacten worden ze als minder gesteld. Want ze zijn iets minder intelligent. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Kan je prima functioneren in de maatschappij. Moet iemand dat wel tegen je zeggen, moet je ook met wat dingen helpen. Hele grote aandeel in de top 600. Dat toch echt wel wat wij klassificeren als de zware jongens. Maar er is ook nog een hele groep die echt wel mee wil doen, maar die bijvoorbeeld met z'n vijf op een wat kleinere woning zit. Weinig kansen, niet genoeg geld om naar sport te gaan. En die net niet die extra kans krijgen die ik zeg altijd. Kijk, ik ben in Amsterdam-Zuid opgegroeid. Bij mij lagen de kansen zo'n beetje gestapeld in de kamer. Rondom het stadionplein was kansen zat. Maar laten we gewoon eerlijk zijn dat in sommige delen van Zuidoost, Noord, Slotervaart, Osdorp, is dat echt anders. En we hadden vroeger een heel goed sociaal netwerk van jongerenwerkers, van buurthuizen. En we hebben dat tijdens de crisis in de afgelopen 10 jaar telkens malen net met iets minder budget gedaan.
Ja, je ziet dat we daar nu wel de hele zure vruchten van plukken. Ja. En nu? Wat gaan jullie dat dan weer aantrekken? Nou ja, ik wil bij dit soort dingen een beetje waken om het grote politieke marketingdoosje open te trekken. Maar we hebben inderdaad... Er is wel naar uitspraken gevraagd. Ja, zeker. Ja. Dat ga ik mijn best doen. Als je me uitnodigt. We hebben in dit coalitieakkoord wel veel geld uitgetrokken voor de preventie van jeugdcriminaliteit, voor jongerenwerk, voor veel meer... maatschappelijk werk in de buurt. We hebben ook echt gezegd, we willen weer buurthuizen terug gaan geven. Er is heel veel geld voor sport, wat we vooral zullen inzetten in sport in de wijk. Ik weet dat er plannen zijn om via subculturen toch wat meer te doen aan weerbaarheid. En ik ga ook zeker bij de algemene beschouwingen vast, dat is volgende week, gaat het over de begroting in de gemeenteraad, zal ik hier een heel groot punt van maken. We moeten echt zorgen dat alle jongeren dezelfde kans krijgen. Kijk, ik heb me bijzonder verbaasd over wat Klaas Dijkhoff voor proefballonnetje opliet. Vooral omdat hij dat koppelde aan... Om in probleemwijken dubbel te straffen. Ja, en hij koppelde dat ook aan etniciteit. En dat vind ik eng en verschrikkelijk. Maar ergens is het wel zo dat je in wijken waar het minder gaat gewoon meer moet investeren. Ja. Maar dat kan ook positief. Dat gaan wij doen. Maar is dat wat we nodig hebben, kansengelijkheid? Ja. Gaan we het daarmee redden? Nou ja, we redden het nooit met één ding, maar in die gezamenlijke optrek, en dat herken ik heel sterk, en daar zijn we ook heel hard mee bezig, daar zit wel een deel van de sleutel. En je zal in een stad als Amsterdam het nooit helemaal tegengaan. Die illusie wil ik ook niet hebben en wil ik ook zeker niet wekken. Maar dat je de focus moet hebben op die groep die aan die onderkant zit en wellicht dreigt door te groeien daarin, dat je daar veel energie in steekt, dat onderschrijf ik volledig. Dus in die zin, het feit dat er veel voor preventie nu wordt uitgetrokken, dat stemt ons op zich tevreden. Ik vind het wel interessant, want dat woord van de top 600 is nu genoemd. Hè? Dat was de groep mensen die in zicht van de gemeente waren, die in aanraking zijn gekomen met justitie. Een aantal keer, dat zijn geen mensen die een keer een snoepje hebben gehad. Nee, dat bij de Jamin, zeg maar. En daar zijn jullie mee aan de slag gegaan. Maar ik las ook laatst dat juist waar nu het probleem zit rondom die drugscriminaliteit, is niet die groep, maar die groep daaronder die jij eigenlijk beschrijft. En dat we die veel minder goed in kaart kunnen brengen of veel minder goed in zicht hebben. Maar in de opbouw in de afgelopen jaren zie je dat wat wij dan populair een beetje noemen de high impact crime. Daar zag je dat aandeel onder deze jongeren buitengewoon hoog. Vervolgens zien we dat met die top 600 aanpak met name de recidive enorm naar beneden gegaan is. Het is echt fors. Dus daar, dat is voor mij ook wel het antwoord op de vraag van helpt het nou om in die gezamenlijkheid veel aandacht te hebben voor deze jongeren? Het antwoord is ja. Vervolgens zie je nu dat in die snelle doorgroei, en die wereld is echt veranderd. Ik kan zo wel iets uitleggen over, zou ik zeggen, de huidige liquidatiewereld, noem ik het dan maar, versus die van 10, 20 jaar geleden. Daar zit echt een groot verschil. En wat je nu ziet, is dat eigenlijk hele jonge jongens die aan die onderkant zitten, en Ranier legt het net al even uit, die lopen grote risico's om daarin meegezoogd te worden. Dat gaat eigenlijk heel snel. En dat moeten we echt proberen te voorkomen. En daar is dit wel... Mag ik jou een vraag stellen? Ik heb wel eens gehoord, toen wij in de onderhandelingen met heel veel mensen aan het praten waren, dat eigenlijk de stap van wel eens een pakketje wegbrengen, naar misschien wat geld bewaren, naar een liquidatie plegen, in anderhalf jaar gebeurt. Maar ik zou dat 10 jaar geleden lachend hebben weggewoven, maar dat doe ik echt niet meer. Is dat eigenlijk het antwoord op wat je net al begon met de liquidatiewereld is veranderd? Ja, waar het vroeger toch wel vaste groepen waren die elkaar soms wel bestreden, maar dat was redelijk instrumenteel. Je behoorde tot één kamp, crimineel samenwerkingsverband, en dat deed je dan de rest van je leven ook wel. Soms ging het mis, werd je doodgeschoten, maar dat was dan nog een soort van te overzien, zou je kunnen zeggen. De mensen die dat deden, dat waren ook niet bepaald de jongeren. Het waren ook mensen die het vaak wel een beetje begrepen en konden uitvoeren. Tegenwoordig zie je echt hele jonge jongens die wij wel kennen, hoor. Het is niet zo dat ze helemaal onbekend zijn, maar zeker niet in dit milieu. Dus het milieu van de zware en georganiseerde misdaad. En dan kom je zo'n jongen tegen die met een automatisch wapen rondloopt, daar nauwelijks mee weet om te gaan en een hele hoop dood en verderf veroorzaakt. En dan, je noemde de term vergismoord. Dat is niet mijn term voor de duidelijkheid. Maar we hebben helaas in de achterliggende jaren wel een aantal van dat soort gevallen gehad. En dat laat wel de hele rauwe kant van deze werkelijkheid zien. Ja. En is het werk van de politie daarmee veranderd? Omdat de wereld zo is veranderd, hoe het nu gaat en hoe het 20 jaar geleden ging? Nou, in basis, als ik kijk naar waar wij voor staan en moeten staan, dat verandert niet. Want ik bedoel, wij zijn aanspreekbaar op al deze feiten. Gelukkig ook maar. De urgentie is nu wel gekomen op deze groep. Dat signaleren wij ook met elkaar. En dan zeg ik het zeker niet iets van alleen de politie. We doen dat graag gezamenlijk. En dat die focus daar nu op gericht wordt. En dat in het programma van het college zie je dat terug. De driehoek is er heel erg hard mee bezig. Dus je ziet dat die focus daar nu echt op komt. Het is ook nodig. Ja. Tegelijkertijd, ik hoorde jou net zeggen, hè, we moeten een progressievere houding misschien innemen tegenover drugs. Toen noemde je hash, wiet, MDMA, maar je noemde niet coke.
Nee, kijk, ik... laat ik beginnen met zeggen, drugs is niet goed voor je. Zoals bijna alle genotsmiddelen slecht voor je zijn. Ik denk dat je daar in ieder geval op een hele goede manier voorlichting over moet geven. Ik geloof alleen niet in het feit dat je het kan verbieden. Dat geloof ik gewoon niet. Ik denk dat het wensdenken van zeggen dat iets slecht is en dat het dus niet gaat gebeuren, gewoon bewezen niet gewerkt heeft. Ik denk dat we in Amsterdam in ieder geval duidelijk zien dat als je de achterdeur van de coffeeshops niet reguleert, dus je... de verkoop mag, maar hoe het aangevoerd is, gebeurt door criminelen, dat je een heel groot probleem creëert. Ik denk dat we daarmee moeten beginnen. En dat moet wat mij betreft echt zo snel mogelijk. Maar tegelijkertijd hoor ik van de politie dat de kookhandel toch wel een beetje de kurk is waarop het drijft. Ik ga op je antwoord komen. Maar kijk, aan de achterkant, het is niet zo dat... maar misschien dat Olivier wat anders zegt. Het is niet zo dat criminelen louter in de kook zitten. Nee. Die hebben daar geen moeite mee om ook in de hash te zitten, ook in de pillen. Heel veel zitten in de doorvoer, want we zijn gewoon een groot logistiek knooppunt. Dat maakt het wel problematisch. Dus door de markten te scheiden en te zorgen dat elke gebruiker die daar gebruik van wil maken ook in aanraking komt met voorlichting over wat het met je doet, hoe het met je gezondheid ervoor staat als je het veel gebruikt, waar je hulp kan vragen, zou denk ik enorm helpen. En dat zou ook kunnen helpen om de markt van coke van bijvoorbeeld ecstasy te scheiden. Want ik weet dat als je op dit moment het WhatsApp-nummer van een dealer hebt, dat of je nou coke of MDMA bestelt, het komt allemaal tegelijkertijd en dat maakt de drempel toch wel een stukje lager. Zeg je dan eigenlijk, dan heb ik liever dat iemand een ecstasy-dealer heeft die gescheiden alleen ecstasy heeft, zodat we de groep kunnen isoleren die in coke handelt? Nou kijk, ik denk dat we uiteindelijk goed gezien hebben dat je bij het scheiden van de voordeur van softdrugs in ieder geval gezien hebben dat er geen andere drugs meer werden aangeboden. Dat heeft op dat moment, toen was nog heroïneproblematiek en zo, hè, was misschien nog wel een stukje heftiger voor de gebruiker. Dat heeft goed gewerkt. Je ziet nu wel, en dat is mijn analyse, maar daar kan Floor misschien meer over zeggen, dat door het feit dat ecstasy is echt vrij mainstream geworden. Hè, en ik denk ook dat we met z'n allen kunnen zeggen, je doet er weinig mensen schade mee. Er zit wel een hele verschrikkelijke wereld van criminaliteit achter. Maar uiteindelijk, als je vindt dat je zelf over je eigen lichaam gaat, zijn er heel veel redenen te bedenken waarom dat best zou moeten kunnen. Er is nog heel veel weg. Er zijn heel veel internationale verdragen die zich er tegen verzetten. Maar ik denk dat het in de basis zou moeten kunnen. Door dat weg te nemen van coke, denk ik dat je het wel minder mainstream maakt tegelijkertijd. Volgens mij zei die dame daar dat. Ja, uiteindelijk denk ik dat elke gebruiker zich moet realiseren dat als je dat doet, dat je voor een deel meebetaalt aan de criminaliteit. Alleen aan de andere kant denk ik dat de meeste gebruikers die op vrijdagavond om een uurtje of één thuis zitten of naar een feestje gaan, daar geen seconde over nadenken. Maar er zou wel meer aandacht voor mogen zijn. Wat het wel lastig maakt, en dat zei Floor net al even in de toelichting van de cijfers, toeristen, mensen uit het buitenland zijn niet meegenomen. Nee. En je kunt niet als Nederland stellen dat we daar een op zichzelf staand landje in zijn, een eigen postzegel waarvan de grenzen dicht zijn. En het is volstrekt aannemelijk dat op het moment dat je hier een aantal zaken vrij in de markt gaat zetten en ook kunt verkrijgen, dat de toestroom vanuit het buitenland vele malen groter wordt. Je zal dit in een internationale context moeten aanvliegen. En die is wel buitengewoon lastig, omdat in het buitenland er vaak wel verschillend naar gekeken wordt. Ja. En dat is echt een thema wat ons zelf ook bezighoudt. En het werd net al even gezegd, ook de ecstasyhandel, hoe genormaliseerd dat soms misschien ook wel lijkt. Maar als ik vanuit mijn perspectief, vanuit ons perspectief kijk, dan is het niet fraai wat daar gebeurt. Nou ja, dan is het echt een understatement. En is er toch een buitenland te noemen waar wij iets van zouden kunnen leren of kunnen overnemen hier in Amsterdam? Ja, die vind ik lastig. Alhoewel in een uitermate constructief land als de Verenigde Staten nu wel wat pilots in een aantal staten draait als het gaat om met name om softdrugs. Dat is interessant. Het land dat ons altijd heel erg bekritiseerd heeft op ons eigen beleid, daar nu toch mee onderweg is. Bewezen werkt niet het criminaliseren van verdovende middelen. Dat is ook wel duidelijk. Hè? Dus als iemand straks hier roept van ja, ik heb wel eens gebruikt, dan ren ik niet naar boven met handboeien. Dat doen we echt niet. Nee. Gebruik is bij ons in die zin niet het grote issue. En tegelijk is het ook volwassen om te beseffen dat die wereld die erachter schuil gaat gewoon geen fraai is. Maar dan wil ik ook jouw reactie horen. Misschien dit blokje af te sluiten en dan gaan we zo richting. Ja. Hè? Wat kunnen we nou concreet aan interventies doen? Ik hoorde namelijk ook de politie zeggen, hè, ook in het filmpje, dat we de gebruiker moeten aanspreken op. Ja. En dat voelt dan ook, hè, als ik dit hoor. We zijn geen afgesloten postzegel, dus die handel die gaat wel door. Het is zware criminaliteit. Het is niet. Er worden jongeren ingezet door echt wel zware jongens.
En dan klinkt het in mijn ogen een beetje machteloos om te zeggen, we moeten de gebruiker aanspreken op hun moreel appel. Nou, of dat, ik denk niet dat het machteloos is. Onze korpschef Erik Akerman, ook als eigen politie van Amsterdam, heeft het al een keer gedaan. Pieter-Jaap Abelsberg. Het besef dat op het moment dat je onderdeel uitmaakt van die grote keten, dus bijvoorbeeld ook aan het einde je gebruikt af en toe, dan is het geen, kan geen kwaad om eens na te denken over het gegeven dat in die hele keten waar je onderdeel van uitmaakt, mensen gewoon om het leven worden gebracht. Soms ook niet de goede, zal ik maar even zeggen, tussen grote aanhalingstekens, mensen die er echt niets mee van doen hebben. En dat moreel besef, of misschien wel moreel appel, mag best gedaan worden zonder dat ik zeg dat je nou direct één op één verantwoordelijk bent voor dat excessieve geweld wat er is. Want dat zou me ook weer te ver gaan. Maar de aandacht hebben daarvoor en het gemak waarmee dat gaat, wij mogen er best een keer bij stilstaan. Mee eens, Ranier? Ik ben het daar wel mee eens, maar ik zou er wel graag wat aan toevoegen. Kijk, ik denk dat het moreel appel veel beter zou helpen als we als Nederland ook laten zien dat we stappen willen maken. We staan volgens mij al 20 jaar helemaal vast in het drijfzand. Amerika heeft ons links en rechts ingehaald. Ik lag toevallig gisteren een berichtje dat je nu op LAX, de luchthaven van LA, je hash mee mag nemen. Nou, dan zijn we echt wel ingehaald, hoor. Dus ik denk dat dat moreel appel nodig is. Ik denk dat mensen dat ook echt wel zullen begrijpen. Ik inclus, als er aan gekoppeld wordt, dat we ook stappen gaan zetten. En dat zit nu voor een deel, weet je, daar kan Olivier helemaal niks aan doen. Daar kan de politie ook niks aan doen. Want ik snap van meneer Akerboom dat hij dat zegt. Maar de politiek moet ballen tonen. En die moet zeggen, dat klopt. We gaan ook de gebruiker aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Zoals we met alle gebruikers doen. Hè, of rokers, drinkers. Dus ook drugsgebruikers. Je acties zijn niet zonder consequenties. Maar we gaan ook stappen nemen om het gewoon naar de moderne tijd te brengen. Misschien is dit een mooi moment, hè? Want die stappen gaan we het dan zo over hebben. Zijn er mensen uit het publiek die, want we hebben nu eigenlijk de analyse gedaan, hè? Een beetje van wat speelt er, hoe groot is dat en hoe ondermijnend is dat? Is er iemand die op dit punt zegt, ik wil daar heel graag een vraag over stellen, want dat is mij nog niet duidelijk. Voordat we Thijs een heel slechte Floor zaal zien trouwens. Ik heb hier alleen, zegt eens. Ja, je zegt dat er een vergroting is van geweld en zo. Wat is dan eigenlijk de invloed van dark web momenteel op de drugshandel? Want daarvan zou je juist kunnen zeggen, ja, ik hoef niemand meer te ontmoeten, ik hoef mijn dealer niet meer te ontmoeten. Ja, het geweld is eigenlijk gewoon aan mijn kant is compleet afgenomen. En je kan zelfs zeggen, doordat die dealers gewoon veilig vanuit één plek kunnen werken, hoeven ze alleen maar een post te versturen. Het geweld kan op die manier zelfs afnemen door de invloed van het dark web. Voor jullie als politie is het dan wel ook een stuk moeilijker ook weer te vinden natuurlijk ook. Maar ja, de criminaliteit kan op deze manier afnemen. Ja. De invloed van dark web. Nou, eerst even over, als ik erop mag reageren, je eerste uitspraak dat het geweld zo toegenomen is. Dat is gelukkig niet zo. Het bijzondere is dat als je door de jaren heen kijkt, het aantal moorden, zal ik maar even zeggen, het aantal liquidaties, dat is dan een moord in het criminele milieu, dat is net al redelijk gelijk gebleven. Dus dat schommelt een heel klein beetje, maar dat neemt eigenlijk helemaal niet zoveel toe. De vorm waarmee dat gebeurt, dat is wel een andere, van andere orde. Het gebruik van automatische wapens, en helaas, ik zei het net al, dat er soms ook anderen door getroffen worden die er niets mee van doen hebben, dat is ook een gegeven. Daar zit met name onze grote zorg. De laatste tijd heeft het in de media ook wel kunnen lezen, of hebben jullie kunnen lezen. Het is echt verschrikkelijk als mensen die werkelijk niets hiermee van doen hebben, uit een auto of waar dan ook worden geschoten. En dan zijn mensen met gezinnen, kinderen en noem het maar op. Dus dat is even één gegeven. Het tweede gegeven is, en dat is gewoon echt een economisch principe, vraag en aanbod. Het zoekt elke weg om die cocaïne bij de klant te krijgen. Of andere vormen van verdovende middelen. Dark web is daar een vorm van. Dat is natuurlijk wat populairder geworden. Het is zeker niet zo dat wij niet actief zijn op dark web. Dat kan ik rustig vertellen. Ook dat kun je af en toe wel meekrijgen. Maar het is ook een illusie om te veronderstellen dat al die stromen van cocaïne die deze kant op komen door ons onderschept kunnen worden. Ik kan me de tijd nog wel herinneren, dat is niet eens zo heel lang geleden, in het midden jaren 2000. Als je dan eens een keer 100 kilo cocaïne ving, dan was het echt wel een moment om bij stil te staan. Dat was goed, dan had je echt even een mooie klapper. Tegenwoordig, als je 1000, 2000 tot 7000 kilo in één keer pakt, vaak in het havengebied, dan zie je geen rimpeling in de cocaïnemarkt. De prijs verandert niet, dus het effect daarvan is ook niet maximaal. En dat zegt wel iets over de toevoer. En Floor zei net iets over de zuiverheid van die spullen, ik kan dat aanvullen. Met het feit dat de productie in met name die Zuid-Amerikaanse landen, Colombia, Bolivia, Peru, is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste tijd. Een gegeven. Dus in die zin, als het filmpje zegt, overspoelt Nederland? Nou ja, ik laat ik zo zeggen, aan de aanbodkant is geen gebrek. Nee. Ik zag daar ook iemand met een vraag. Wie? De meneer van de politieke uitspraak. Ja. Zat hij er nog niet tussen?
Nou, voor de politieagenten, die 20 miljard schiet ik op aan. Dat is dat cijfer van de politieacademie wat afgelopen zomer loskwam. Wat net ook door de UNODC is gepareerd. Dat gaat zo om de synthetische drugs gaan, waar we het hier echt over cocaïnemarkt hebben. Die volgens mij ander cijfer zit. En ook die van de synthetische drugs is ongeveer een tiende daarvan op wereldwijd niveau. En zou ja. Nederland opeens 10 keer zoveel moeten verdienen daarop. Het blijft wat ik interessant, een raar cijfer. Ja, nee, wat ik interessant vind is dat in een debat over cijfers, ik weet niet of dat heel veel toevoegt. Overigens heeft men gezegd in dat onderzoek dat het de absolute ondergrens is. En het maakt mij niet zo heel veel uit of we nou uiteindelijk op 15 miljard of 25 of 30 miljard uitkomen. Het zijn aantallen die bijna niet meer te bevatten zijn. En daarmee zeg je dat er een complete parallele economie gaande is. En ik heb dit verhaal een keertje eerder gehouden, ik zocht nog even op wat nou de jaaromzet van bijvoorbeeld Philips was, die is lager dan dit. Dat zegt wel even iets over wat er omgezet wordt. En dan moet je ook niet de illusie hebben dat je dat met 1, 2, 3 eenvoudige maatregelen kunt tegen. Dat is onderdeel geworden van onze samenleving. De productie is enorm, die is nog nooit zo hoog geweest. Dus de toestroom in de richting van de westelijke landen, die is groot. Een gegeven. Ja. Mag ik daar nog wat over zeggen? Jazeker, ja. Want ik denk dat waar Olivier ook op doelt, waarom dat geld wel degelijk belangrijk is. Kijk, dat geld vindt ergens weg. Het wordt geïnvesteerd in Amsterdam. Dat is wat je echt de ondermijning van de criminaliteit noemt. En dat is denk ik naast die verschrikkelijke liquidatie het andere grote probleem. Je bedoelt, het wordt witgewassen? Het wordt witgewassen. Ja. Het wordt ook heel oneerlijk. Hè. Ik ben zelf ondernemer. Ja. Ik kan niet opconcurreren tegen mensen met zwart geld. En dat werkt ontwrichtend. Dus daarom is ook een van die redenen waarom ik zo pleit voor zaken legaliseren, is dat je in ieder geval daarmee geld uit de markt haalt. Je pakt geld af van criminelen. Maar als jij zegt, ik zie het in mijn omgeving. Ik zeg niet dat ik het in mijn omgeving direct zie, maar ik kan er niet tegenop concurreren. Nee, ik bedoel ook niet dat jij nou per se meteen iemand kent, maar waar het me om gaat is, als ik jou zo hoor, is het niet... Je bent politie aan tafel. Ja, nee, precies. Dan is het niet peanuts dat er af en toe iets gebeurt in de stad, dan is dat flink ontwrichtend en zie je dat op veel plekken. Zeg maar, dan is dat geld door de hele stad te vinden. Ja, ik maak me daar grote zorgen om. En ik weet zeker dat Olivier dat zal beamen. We hebben laatst een hoorzitting gehad in de gemeenteraad waar heel veel mensen erover kwamen vertellen. Nou, weet je dat het bijna te ingewikkeld is? Wat ik schokkend vond is, eigenlijk hoor je niks nieuws. Maar je hoort de hele tijd de bevestiging van ja, het zit overal. En ja. iemand zei je vrij naar Johan Cruijff, je gaat het pas zien als je door hebt. En dat is ook wel zo. Als je eenmaal weet waar het ongeveer zit. En ik heb wel eens met een politieagent over de wallen gelopen. Weet zelf hoe je geld verdient in de horeca. Als je daar goed op gaat letten, ja, dan zie je dat zwart geld overal is. En mijn hunch is dat voor een heel groot deel uit drugscriminaliteit. Maar zit daar dan toch niet iets van die machteloosheid waar Tim het net over had? Ja, maar er zit... Nee, je ziet het, je weet dat het er is. En toch hebben we er nog niet echt vat op weten te krijgen. Nee, maar ik wil ook helemaal niet direct een positief verhaal vertellen. Ik denk dat we hier allemaal met enige vorm van machteloosheid aan tafel zitten. Want zelfs als we er in Nederland uit zouden komen. En dat is volgens mij bijzonder ingewikkeld. Allemaal verschillende politieke kleuren, maar laten we nou even zeggen dat dat zo is. En dan moeten we het nog met de rest van de wereld gaan oplossen. En uiteindelijk in Zuid-Amerika geven ze, laat ik het maar zo zeggen, echt geen reet om wat wij beslissen. Dat gaat gewoon allemaal onze kant op en het is ons probleem. Dus uiteindelijk zullen wij, dat zou mijn pleidooi zijn, er zo realistisch mogelijk mee om moeten gaan vanuit, ik zou bijna willen zeggen, de kaarten die ons uitgedeeld zijn. En dat is dus volgens mij niet meer verbieden. Maar aan de ene kant zeggen we gaan het meer openstellen. Ja, en aan de andere kant ook gebruikers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, zoals je ook een gebruiker mag aanspreken. Ja. En machteloosheid heeft iets in zich van de handdoek in de ring gooien. En er is absoluut geen sprake van. Echt niet. Ja. Goed. We moeten realistisch naar kijken en we moeten aan de slag. Dus laten we kijken hoe we dat dan kunnen gaan doen. En daarvoor schuift opnieuw aan, geef een applaus, Floor van Bakken, manager preventie Jelinek. En aanschuift Thijs Roes. Hij schreef onder andere voor de correspondent uitvoerig over het Nederlandse drugsbeleid en vooral de toekomst ervan. Thijs Roes. Thijs en Floor, welkom. Thijs, we hebben jou nog niet gehoord. Nee, hoe heb jij tot nu toe naar het gesprek geluisterd? Hoeveel tijd heb ik? Ik vond het soms moeilijk om te horen, omdat ik eigenlijk dit gesprek op een paar dingen na die jij zei, Renier, wordt dit gesprek eigenlijk al 40 jaar gevoerd op deze manier. De dynamiek van de war on drugs is hetzelfde. Er is namelijk één grote kink in de kabel en dat is die drugs zijn illegaal. Die drugs zouden niet illegaal moeten zijn. En als je kijkt naar de gezondheidsproblemen die daarbij komen kijken, die er echt zijn, er zijn risico's. Net zoals dat je bij skiën of skateboarden gewond kan raken, kan je bij drugs dat ook.
De onderliggende reden van ons beleid is een moralistisch beleid en niet een gezondheidsbeleid. De risico's van die middelen zijn gewoon helemaal, verantwoorden helemaal niet dat het illegaal is. Dus dan ga je kijken van, nou ja, kunnen we daar dan iets aan doen? Ja, daar kunnen we in principe wel iets aan doen. Ik ben heel eigenlijk positief. Alleen dit gesprek over van ja, wel of niet, dat zouden we veel en veel groter moeten hebben over de legalisering van die spullen. Maar dan, ik heb er een hele mooie grafiek voor. Maar eigenlijk zeg je dat we aan de grafiek gaan, die problemen ja. Die kennen we wel. Ja, die hebben we bij alcohol ook. En ja. Alcohol is gecommercialiseerd. En dat is het grote probleem. Dus legalisering zonder commercialisering, dat is gewoon uiteindelijk de soort van heilige graal, zullen we maar zeggen. En daarvoor heb je die grafiek bij. En daarvoor heb je misschien grafiek dat je het goed is om die. Heb je een laserpennetje? Want, ja, die ligt denk ik. Ja, een laser. Nou ja, anders moet ik gaan wijzen. Zo. Kijk. Als het goed is, zit daar ook een. Oh, ja, nou. Nu ben je de. Ja, precies. Dus als jullie staat eens aan. Ja, als jullie wel denken van wat is het voor... Je mag ook deze even pakken. Oh ja, dat leuk. Dat is makkelijker. Ja. Okay. All right. Jo. Ja. Oké. Dus, hoeveel schade heb je door beleid? Dat is wat deze lijn hier zo aangeeft. Als je een ongereguleerde legale markt zou je heel veel gezondheidsschade hebben. Zoals bijvoorbeeld alcohol. Op dit moment zie je dus heel veel mensen hebben problemen met alcohol. Alcohol ligt in de supermarkt. Je wordt er constant mee geconfronteerd als er iets te vieren valt. Sportwedstrijden worden gesponsord door alcoholmerken. Daar zouden we vanaf moeten. Zoals een beetje zoals tabak nu. Tabak gaat uit de supermarkt. Wordt steeds meer ontmoedigd. Wordt steeds meer weggedrukt. Maar het blijft. Ik hoor soms nu al mensen zeggen, ja, je moet het gewoon verbieden. Nee, je moet het absoluut niet verbieden. Want dan krijg je een enorme ongereguleerde criminele markt. Die heb je dus nu voor MDMA, coke en heroïne. Voor cannabis zit er een beetje tussenin. En eigenlijk de sweet spot, die zit hier zo. Daar moeten we naartoe. Dus dat is, je moet het wel legaal hebben. Er moet een plek zijn, een legale plek zijn, om je drugs te kunnen halen. Dat mag gewoon een soort anoniem loket zijn, voor mijn part. Maar het moet wel legaal blijven. Want als je het illegaal maakt, krijg je dus alle problemen waar we het hier over hebben. En dat is dan meteen een antwoord op mijn vraag. Het gaat altijd over die drugs, maar het gaat niet om die drugs. Het gaat om het feit dat het verboden is en de criminaliteit die veroorzaakt wordt door het feit dat het verboden is. Als je alcohol morgen zou verbieden, zouden we exact hetzelfde gesprek, zouden we constant over alcohol kunnen hebben. Ja, alcohol moet je nou wel of niet legaliseren. Het is wel heel gevaarlijk, et cetera. Maar je creëert de war on drugs. Is ooit begonnen uit een soort idee van, oh, dit is goed voor onze samenleving, want daarmee redden we levens en voorkomen verslaving. Maar uit het zicht, in een onderwereld, ontstaan er allemaal nieuwe problemen waar niemand rekening mee houdt. Ja. Waar ik weer aan tafel zit. Dat is eigenlijk, zeg je dan dat de overheid hier verantwoordelijk voor is? Ja, de overheid is hier totaal verantwoordelijk voor. Kijk, ik kan... Nee, punt heb je duidelijk gemaakt. Ik was benieuwd... Het CDA en de VVD trouwens, om specifiek te zijn. Voordat we naar Reinier en Oliver gaan, Floor, hoe luister jij ernaar? Want in ieder geval een vlammend pleidooi, zou ik zeggen. Maar vanuit Jelinek zie je natuurlijk veel mensen binnenkomen. Denk je dat die sweet spot die hij net beschreef, dat de oplossing is? Thijs en ik hebben natuurlijk heel lang in het artikel van hem gefilosofeerd over hoe dat zit. En ik ben het inderdaad met Thijs eens. En het is natuurlijk niet 1, 2, 3 zo te regelen dat je zegt, we legaliseren of we reguleren alle drugs. Je moet natuurlijk per middel wel goed nadenken. Je gaat natuurlijk anders om met ecstasy dan bijvoorbeeld met cocaïne. Maar een van de problemen die we natuurlijk nu hebben, heeft vooral te maken met het feit dat de cocaïnemarkt of de ecstasymarkt een illegale markt is. En dat er dus daardoor heel veel criminaliteit is. En door het enigszins te reguleren, kun je zorgen dat die criminaliteit in ieder geval minder wordt. En kun je ook zorgen dat je de gebruiker goed kan voorlichten en zorgen dat bijvoorbeeld de spullen die gebruikt worden door mensen ook van een bepaalde kwaliteit zijn. Dat ze weten wat erin zit. Dus het allemaal voordelen aan die regulering. Maar Thijs, ik vond ook dat jij het een beetje bracht. Als we maar die sweet spot bereiken, dan is er een soort van halleluja moment bereikt. En, illegale sigaretten zijn er ook. Maar, illegale sigaretten zijn er ook. Alleen ben je bent zo'n enorm aandeel van die markt ben je dan kwijt. Dat we een totaal ander gesprek hier aan tafel zouden hebben. Een 100% oplossing bestaat nooit. Hè? De 100% veiligheid bestaat niet in een samenleving.
Maar waar ik eigenlijk voor pleit, en daarom vond ik ook het pleidooi van politie van en ook dat je het overnam, dat pleidooi van gebruikers moeten erop aangesproken worden. Wat ik zo raar vind, kijk, als je stel, ik ken een dealer in de pijp. En die, die kennen wij ook. Ja, die kennen jullie ook, ja. Die kennen we allemaal. Ja. En die man die wil eigenlijk zijn hele leven zijn grote droom is, en dat klinkt super utopisch, die wil eigenlijk een soort retreat opzetten met MDMA, waar mensen dan therapie met MDMA zouden kunnen doen. Iets dat trouwens in Amerika er ook aan zit te komen. Over 2 jaar ongeveer is waarschijnlijk MDMA voor medische redenen legaal daarom. Als die man helemaal perfect alles zou doen, dan zou die nog steeds opgepakt worden, omdat ze kijken naar de drug zelf. En kijk, ik ben absoluut geen politieagent en u bent een professional hier. Maar is er een mogelijkheid dat gewoon alleen netwerken worden opgerold waar dat geweld in zit? Of dat bijvoorbeeld alleen naar illegale wapens wordt gekeken? Want ik vond die vraag over het dark web heel goed. Ik snap echt niet waarom dus het dark web wordt bestreden. Omdat dan ben je dus echt alleen maar op die drugs aan het focussen, terwijl het juist gaat om die maatschappelijke problemen. Nou, dat lijkt me heel... Ja. Ja, en als de illusie is of het bericht is dat we dat zouden doen, dan deel ik dat ook nog. Maar het is niet zo. Mm-hmm. We willen uiteraard voorkomen dat het dark web, om dat specifiek te noemen, een soort van illegale broedplaats wordt waar we helemaal niet bij zijn en waar alles kan gebeuren. Dus ook daar moeten we wel bij zijn. Ik zei dat in mijn begin van het betoog al even. Wij richten ons helemaal niet alleen maar op de kilo's. Nog sterker, daar kun je op willen richten, maar dan blijf je bezig. Het zit dus om de aspecten die eromheen zitten. En ik heb in mijn verhaal overigens niet gezegd dat ik mensen moreel volledig verantwoordelijk hou. Ik heb gezegd dat het wel goed is om je te realiseren dat je onderdeel uitmaakt van een systeem. En het systeem heeft rauwe kanten. En ik vind wel dat dat ook op tafel mag komen. Maar denkt u dan, want dat vond ik eigenlijk het andere interessante, dat wat Thijs zei over, hè, als je naar die legale regulering gaat. Kijk, u werkt al lang bij de politie. Je werkt al lang bij de politie. Je bent hier al jaren mee bezig. Heb je niet af en toe ook dan die frustratie, hè, als Thijs' analyse klopt, dat je denkt, zouden we dat niet in godsnaam doen, dan is er in ieder geval een gedeelte van die markt weg. Ja, en als ik daar toe van voegen, de slechte kant van de markt. Ja, de hoofdcommissaris en landelijke politie. Dat is het gesprek dat in Den Haag wordt gevoerd. En ik zou zo graag de politie aan deze zijde hebben, om dus te zeggen van, nou, ik hoor het ze nu dan agenten wel zeggen, legalisering, goh, misschien zou het helpen, maar ik hoor het ze nooit voor een camera van de NOS zeggen. Maar ik dan vraag ik. Nee, maar het is voor mij. De wereld is echt niet zo zwart-wit zoals ze nu wordt gesteld. Ja. En nou, ik ben geboren in Amsterdam en ik woon in de binnenstad. Dat doet Floor overigens ook. Wat wij zien is die enorme aantrekkingskracht van mensen uit het buitenland die komen voor die, nou, nog net niet helemaal gelegaliseerde softdrugs. Let op. En dat is een voorspelling die ik doe op het moment dat je zegt van, ik ga andere vormen van wat nu nog echte verboden middelen zijn, dus de harddrugs, dat we die gaan legaliseren en mogelijk gaan maken om ook gewoon te kopen, dan verzeker ik je dat er een enorme toestroom komt. Dus je kunt dat niet buiten je internationale context doen. En daarmee zeg ik niet dat je het niet wel of niet moet doen. Dat is over een politieke afweging. Maar wat ik je wel vertel is dat de aanzuigende werking vanuit het buitenland echt huge zal zijn. En daar moet je wel wat mee. Dus je kan niet in je eigen bubbel, in je eigen context blijven als je dit probleem op die manier zou willen oplossen. Absoluut mee eens dat inderdaad een probleem is. Daarom moet je het ook wereldwijd aanvliegen. Maar het probleem is dat nu iedereen eigenlijk een beetje op elkaar zit te wachten. Dat dit constant wereldwijd natuurlijk het argument is. We kunnen het niet, want het buitenland doet het niet. En daardoor komen we eigenlijk nergens een stap verder. En dat is wel, hou elkaar eigenlijk in een houtgreep. Vuist op tafel. Wat moeten we als Amsterdam dan doen? Hoe kunnen wij de moedige hoofdstad zijn die hier... Nou ja, en reageer ook even op Thijs. Die begon met, is de schuld van de politiek. Nou kijk, uiteindelijk is alles wat goed gaat en slecht gaat in het land de schuld, op de een of andere manier de schuld van de politiek. Dat heb ik wel geleerd als ik zolang ik in de politiek zit. Maar kijk, wat Thijs denk ik terecht zegt, voor een deel kan ik het volgen. Ik denk dat je nog wel heel lang met elkaar moet bomen. Moeten al die drugs dan naar die sweet spot toe? Ik trek vooral op de grens bij heroïne. Nou, oké. Zo heeft iedereen denk ik zijn eigen grens. Wat is jouw grens? Nou, ik vind MDMA zou ik willen overwegen. Ja. Cocaïne vind ik op dit moment erg spannend. Maar ik vind wel, je moet onderop beginnen. Hè? En dan verder. Tegelijkertijd wil ik zeggen, kijk, volgens mij, die toeristen die komen naar Amsterdam om heel veel redenen. En ik denk dat Olivier, net als ik, best weet dat of het nou wel of niet legaal te koop is. Ze vinden het echt wel, want het is... Het,
Iedereen die hier in de zaal zit en een half uur zijn best doet in de binnenstad van Amsterdam, komt op de een of andere manier aan iets wat op drugs lijkt. Ja, ik bedoel, het zij goed spul omdat je mazzel of pech hebt, of het zij echt verschrikkelijk. Dus ik denk niet dat dat per se het probleem is. We zouden de hele naam Amsterdam kunnen rebranden en kunnen zeggen dat we helemaal stoppen met vrijheden waar ik in ieder geval heel erg aan hecht. En volgens mij, ik denk eigenlijk iedereen hier wel aan tafel. Dus ik vind dat argument eigenlijk niet valide. Dat argument wordt ook nog wel eens gebruikt bij softdrugs. Ik geloof niet dat we alle coffeeshops gaan sluiten of dat we alleen nog maar Amsterdammers erheen laten gaan, dat er hier geen toeristen meer kan blauwen. Dus volgens mij is dat, sorry met veel respect Olivier, een beetje flauwekul. Maar waar ik Olivier wel in steun is dat je, kijk, aan de ene kant mag je ook best zeggen dat wat wij doen gevolgen heeft. Ik wil zelfs wel een oproep doen aan iedereen die wel eens drugs gebruikt. Spreek ook de politiek erop aan, want uiteindelijk is het inderdaad de schuld van de politiek. Er is jaar na jaar na jaar geen meerderheid te vinden om dit normaal te reguleren. Het doet mij altijd pijn dat wij dit als partij, overigens samen met, denk in ieder geval de Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP, niet voor elkaar mee te krijgen. We kunnen op dit moment nog niet eens het net zo goed doen als Colorado in de Verenigde Staten. Dat doet pijn en ergens zullen we met elkaar moeten uitspreken. We moeten weer een gidsland worden, dat is wat we ooit waren. En ik geloof ten diepste dat de enige manier om deze drugsproblematiek op te lossen, of in ieder geval een sprankje hoop in die toch wat wanhoop te bieden, daar een stevige uitspraak in is. Maar gemeenten hebben vroeger rondom wiet, hebben ze gezamenlijk, hebben een aantal gemeenten brandbrieven geschreven en ze wilden een wietproef opstarten om dat beleid los te krijgen. In het coalitieakkoord staat bij jullie, er wordt tevens gekeken naar welke, tussen aanhalingstekens soft, maar ook andere drugs, gedecriminaliseerd kunnen worden. Is het dan niet tijd dat, dat er zo'n brandbrief komt van al die gemeenten en dat Amsterdam daarin het voortouw neemt? Over MDMA dan? Over MDMA. Maar kijk, het probleem is, hoe wrang het ook is, hè, en dan ga ik toch even een beetje katten naar de landelijke regering. We hebben een wietproef, maar Amsterdam gaat daar waarschijnlijk niet aan meedoen, omdat het op dit moment... Wat gaan we dan wel doen? Daar ga ik op komen, hoor. Maar cool. daar gaan wij waarschijnlijk niet aan meedoen, omdat we de criteria die bedacht zijn gewoon heel slecht passen op de hoofdstad van Nederland, waar heel veel verschillende coffeeshops zitten, waar toeristen zijn. Dat doet mij pijn. Ik vind dat de regering moet zeggen, nou, als we het ergens gaan proberen te laten werken, is dat in Amsterdam. Ik hoop ook echt dat de regering dat gaat inzien. Wat we in Amsterdam kunnen doen is heel goed onderzoeken met jou, met Floor, maar ook met de politie. Wat zouden we hier kunnen doen? Ja, en dan uiteindelijk zijn er denk ik twee opties. Of we verklaren toch de Republiek, daar is met mij altijd over te praten. Of er komt een lobbybrief naar Den Haag. Maar ik ben eigenlijk veel meer op zoek naar een sociale beweging hiervoor. Want uiteindelijk moet je mensen verzamelen. Die is er. Maar we staan nooit op het Malieveld. Precies, staan nooit op het Malieveld. Wat lastig is, D66 is volgens mij zo'n een van de weinigen die er ooit campagne op heeft gevoerd om dus dit softdrugsbeleid te veranderen. Jammer dat de wethouder niet is, want GroenLinks staat daar altijd nog een beetje soort van stilletjes aan de zijlijn. Terwijl wat je eigenlijk uiteindelijk ziet aan die Republiek Amsterdam is dat hier zijn zoveel dingen verzonnen die van wereldbelang zijn geweest. Ons heroïneprogramma is fantastisch geweest en het ging over softdrugs, aanzuigende werking. Ik heb gewoon meerdere Amerikanen emotioneel tegen me horen vertellen dat de eerste keer dat zij zonder gêne een joint konden opsteken, zo'n bijzonder moment was in hun leven, omdat ze zich eindelijk niet meer soort van als een kat in het nauw voelden. En dat heeft enorm, ze zeggen allemaal, Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat in Amerika het gelegaliseerd is. Dat ze het daar eindelijk hebben kunnen veranderen. Maar dan wil ik eigenlijk ook van jou iets horen wat we nu kunnen doen op het moment dat wat jij heel graag wil niet gebeurt. Want ik bedoel, het is niet morgen dat cocaïne gereguleerd is. Het is wel morgen dat nog steeds de politie kampt met de criminaliteit, dat de samenleving daarmee kampt en dat we in Amsterdam daar effecten van zien. Ja. Zijn er ook nog tussenstappen die we kunnen zetten? Of zie je nog andere interventies? Ja, er zijn wel Fairtrade cocaïne. Kijk, er zijn tussenstappen te nemen en dan loop je tegen allerlei mits en maren op. Je hebt uiteindelijk een juridische realiteit, een politieke realiteit, een mediarealiteit en de reële realiteit. Die wij allemaal nooit zullen kennen. Het probleem is, je zou bijvoorbeeld je zou thuisteelt beter kunnen legaliseren. Iedereen denkt altijd van, nee, sorry, niet voor cocaïne. Voor wiet.
Dat zijn van die kleine dingen. Iedereen denkt altijd 5 planten mag je hebben. Daar wordt in Amsterdam zeker niet zo goed op gehandhaafd. Maar daar zie je nog steeds problemen mee dat mensen bezoekjes van politie krijgen. Je zou coca-blad zou je heel end in kunnen gaan. Je ziet dat verschillende landen hebben coca-blad met cocaïne in Zuid-Amerika ook op een bepaalde manier gelegaliseerd. We zouden MDMA kunnen gaan gedogen. Niet alleen voor de verkoop en het gebruik, maar ook de productie, dat je dat op die manier doet. En kijk, uiteindelijk zijn dat allemaal kleine stappen, alhoewel MDMA gedogen productie zou een grote stap zijn. Uiteindelijk moet er een gesprek komen, zeker in Europa. Alleen op dit moment durft niemand dat gesprek te beginnen. Iedereen is bang in Nederland om naar buiten te treden met, hey jongens, we hebben eigenlijk een heel goed drugsbeleid gehad tot nu toe, maar wij lopen tegen de grenzen aan van wat we binnen dit systeem kunnen. We zouden dit moeten veranderen. Dus wat ik altijd eigenlijk alleen maar probeer is mensen moed in te spreken om dit gesprek aan te durven en zichzelf te informeren over hoe we in Europa op alle mogelijke niveaus dit zouden kunnen veranderen. Ik ben het eens, Thijs, want dat is wat mij verbaast zolang ik in de politiek zit. Het is niet alleen geen campagneonderwerp, maar de politici zijn ook best opportunisten. Die kiezen echt wel een onderwerp waarmee ze mensen naar de stembus krijgen. Op de een of andere manier, dat hebben wij ook wel eens geleerd, krijg je mensen er toch niet zo ziend om te horen. Daarvoor zijn de percentages nog niet hoog genoeg. De percentages zijn niet hoog genoeg. En omdat ik denk, het lijkt er altijd op dat als je het voor het legaliseren van drugs opneemt, lijkt het alsof je het voor de drugs zelf opneemt. En ik denk dat het dus extreem belangrijk is dat je dus een middenweg bewandelt. En dat je dus niet, dat je heel duidelijk ervoor gaat staan dat legaliseren niet het soort van, oh, alles maar moet maar legaal. En dat is ook niet de boodschap. En er zijn natuurlijk ook geen grote lobbypartijen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de alcoholindustrie, dat is natuurlijk een ander verhaal. Als je daaraan probeert te komen, heb je onmiddellijk Heineken. Ik zou willen dat het ook zo eenvoudig was. Maar realiseer je wel dat het overgrote deel van de productie die in Nederland plaats heeft van synthetische drugs voor het buitenland is. Het is echt een exportproduct. We staan nummer 1 in de wereld. Ja. Niet om trots op te zijn overigens. Ja. Dus zelfs met die vorm van legalisering, wij blijven uitvoren met alle ellende die er aan vast zit. Maar niet verscheiding naar markten. Maar Olivier, dat het makkelijker is, misschien ook wel meer de draagvlak geeft bij de Nederlander, als je die keihard aan kan pakken omdat de rest op een bepaalde manier gereguleerd is. Dat is in ieder geval wat mij... Mijn zegen zou je hebben. Maar wat mij bijzonder aanspreekt. Kijk, ik denk, en voor een deel snap ik jou ook wel, want het morele pleidooi. Moet je je nou echt schamen als je op een festival een pilletje neemt? Dat denk ik niet. Ik denk dat het niet slecht zou zijn als we ons realiseren wat een ongelooflijke industrie daar erachter zit. Maar dat is eigenlijk wat we ook aangeven, niet meer dan dat. Dat was eigenlijk een hele concrete vraag aan jou. Je mag hem nog... Zal ik hem nog een keer herhalen? Ja, nee, kijk, mijn concrete vraag je is... Je praat inderdaad door, toen was ik hem kwijt. Sorry, een goede vraag, dan moet je stellen. Is het niet beter om ons vooral op de export te richten, dat daar het draagvlak voor is en tegelijkertijd binnen Nederland de teugels wat loslaat? Zou dat niet ook jullie werk makkelijker maken? Nou, wat in ieder geval zo is dat wij ons op die export echt maximaal richten. We moeten ook wel, want we ervaren gewoon heel veel druk vanuit het buitenland. En net wat ik zei, je kunt jezelf niet op een postzegel wanen en daarvan afwezig houden. Daar wordt veel aan gedaan. Tegelijk, en dat heb ik ook al gezegd, er wordt zoveel in verdiend. Het is op een dusdanige schaal. Je kunt niet overal bij zijn. Dat is ook maar gewoon even de realiteit. Ja. En we zien natuurlijk waar het gebeurt en daar wordt ook op ingegrepen. Tegelijk waar je links ingrijpt, gaat het rechts door. En dat is geen mismoedig beeld of zo, maar dat is ook wel een stukje van de realiteit. Ja, en ik wilde de vraag eigenlijk terug naar jou stellen, Reinier. Want is er een tussenstap voor jullie als politiek om iets te doen in Amsterdam zonder de Republiek uit te roepen of richting het Malieveld te gaan? Nou, kijk, heel eerlijk gezegd is het eerlijk verhaal dat best lastig is. Nederland zijn gewoon wetten en wethouders, ondanks dat er echt een hele grote ploeg... Ja, maar we staan ook bekend om onze ongehoorzaamheid. Nee, zeker. En voor een deel doen we dat ook echt wel. Wij hebben bijvoorbeeld in Amsterdam... mag je met 5 ecstasypillen rondlopen in plaats van 1. Mag niet, hè? Mag niet. Nee, dat is maar niet misverstand. Sorry. Je wordt niet gearresteerd. Mag niet. Het mag niet. Je bent je geld kwijt. Mag ik een voorbeeld geven? Voor een deel doen we dat. Maar ik denk dat de kracht van Amsterdam samen met de andere 4 grootsteden, en ik hoop ook dat de politie daarbij aan wil sluiten, ligt in aangeven dat op deze manier, en dat is misschien wel het pleidooi van Thijs, we steeds
steeds in een cirkel discussiëren, dat we ergens een doorbraak zullen moeten forceren. Nou, laten we beginnen met het complete reguleren van de wietteelt en vervolgens een brede maatschappelijke discussie over MDMA opstarten. Ja. Ik wil dan nog eigenlijk, je mag heel kort aanvullen, ja, zeker, nog één punt aansnijden. Nou, ik weet dat de smartshops, die zouden eigenlijk heel graag een pilot willen beginnen met MDMA. Alleen vroeger was het misschien nog wel een beetje zo, dan begin je gewoon en dan kijk je wel of je daar op een gegeven moment de toestemming voor krijgt. Ik kan me er bijna niet voorstellen in onze samenleving nu, alles zit zo dichtgetimmerd, dat als zij nu MDMA gaan verkopen, dat er dan op een gegeven moment een doorbraak komt. En bovendien, iemand moet echt zijn lijf en leden in de waagschaal stellen. Je moet het wel graag willen. Stel dat daar zo'n pilot zou komen, is er dan mogelijk dat er een soort, wij gaan niet arresteren. Dus de Republiek Amsterdam zegt, het OM vervolgt niet en de politie vervolgt niet. Speurt het niet op als het binnen een bepaalde pilot is. Is dat überhaupt een mogelijkheid? Nou, het is in ieder geval bespreekbaar. Nou, kijk. Is het bespreekbaar ongeveer? Ja, en dat is wat mooi. Dat is echt een vraagstuk voor het bevoegde gezag. En zo wil ik hem ook houden, want daar ligt uiteindelijk ook de keuze hiervoor. Ik ben wel al blij, en dat kan ik hier ook gewoon aan tafel zeggen, dat los van het feit dat het niet mag, hè, maar wij treden natuurlijk maar heel beperkt, meestal niet op tegen degene die gebruiken en die wat bij zich hebben. En die keuze, dat is een bewuste keuze. We willen dat absoluut niet criminaliseren. Dus die Amerikaan die hier komt en met een soort van opluchting dat een keer doet, die geven een hand en we lopen door. Nou, dat is solide beleid, denk ik. Ja. Het enige wat ik nog op tafel wil gooien voor we naar de zaal gaan is, hè, we hebben het nu heel erg over de regulering en de toekomst van het algemeen, maar ondertussen ben ik heel benieuwd, en dat is eigenlijk dan naar Olivier en Renier, misschien dat jullie er ook een interessant inzicht hebben. Wat zeg je nou tegen die mensen? Hè? Want deze avond begonnen we met de criminaliteit die op dit moment rondom die drugs hangt. Wat kunnen we nou doen voor die mensen die in Nieuw-West, Slotervaart, in de Bijlmer de harde kant van het huidige stelsel meemaken? Wat kunnen we nou voor die mensen concreet nu doen? Wat zeg je tegen? Want die zien hoe jongeren uit hun buurt richting de drugs gaan. Die zien hoe het ontwricht in de samenleving. En hier in de Bali nu vanavond is natuurlijk makkelijk praten over we gaan het reguleren. Maar er is een vrij harde realiteit buiten, waar we ook ondertussen mee aan de slag moeten, terwijl we dit gesprek voeren. Ik denk het allereerste wat we nodig hebben, en daar, dat is meer de repressiekant, is gewoon meer recherche, meer politie. Jullie hebben het in mijn ogen veel en veel te druk om de problemen in Amsterdam aan te gaan. Dus ik denk dat essentieel is. Tegelijkertijd moeten wij als gemeentebestuur zorgen dat in die wijken waar die jongeren zitten, en we weten echt wel ongeveer waar die jongeren zitten die hiermee in aanraking komen, dat het helemaal niet logisch is om de criminaliteit in te gaan. Omdat je weet dat er ook andere kansen zijn. Kijk, ik denk dat elke crimineel op een gegeven moment zich vrij snel realiseert dat dit geen loopbaan voor, nou, het is misschien wel een loopbaan voor het leven, maar geen hele lange loopbaan is. Dus er zijn wel degelijk grote keuzes te maken als we investeren in die jongeren. En ik denk dat we daar enorm veel geld voor uit moeten trekken. Dat is wat we moeten doen. Uiteindelijk moet het in dat wijkcentrum in de Mannen-Noord net zo prettig zijn. Er moeten net zoveel kansen liggen. Moet je net zoveel uit je leven kunnen halen als bij mij om de hoek. En heb je al zicht op waar jij op inzet dan hoeveel geld er vrijgemaakt voor gaat worden? We hebben voor de preventieaanpak volgens mij, en dat doe ik dan heel even uit mijn hoofd, in het coalitieakkoord 4 miljoen per jaar gezet. Als je dat optelt met wat we al doen en de verschillende soorten zorgarrangementen die erbij zitten, kom je echt op een grote bak geld. Is dat genoeg? Wat mij betreft had het nog wel iets meer gemogen. En ik vind op zich mooi dat je dat capaciteitsissue aanraakt, zeg maar. Daar zal ik ook zeker niet op tegen zijn. Wat ik wel bestrijd is dat de politie kennelijk een repressieve organisatie is, alleen daarmee bezig gaan. Dat is absoluut niet het geval. Het begint bij het kennen en gekend worden in de wijk. Je moet de jongeren echt heel goed kennen. En daar, aan de voet zal ik maar even zeggen, in de samenwerking zijn met de partners waar we continu mee bezig zijn, daar begint het mee. En daar nu, door daar nu veel meer focus op te zetten, de jongens die een beetje op die rand staan, daar dichtbij te zijn, dat is wel een deel van de sleutel. Nooit volledig, maar het is wel een belangrijk deel. Hij heeft wel, want hij corrigeert mij terecht. Je mag zo'n avond niet stoppen zonder dat je een lans hebt gebroken voor de wijkagent. Dat zijn de grote helden van heel Amsterdam. Die kennen iedereen, die weten waar de problemen zitten, geven het altijd fantastisch door. Die mensen hebben het echt, echt heel erg druk. Ja. Dus een stuk meer wijkagenten, dat zou al een stukje helpen. Floria was aan het meeknikken terwijl Olivier sprak. Nee, dat is absoluut waar. Ik bedoel, die verlokking van die industrie is natuurlijk enorm, want er gaan enorme bedragen hier om. Dus ja, daar moet je wel wat tegenover zeggen. En zeker, je moet vroeg ingrijpen voordat mensen inderdaad ermee in aanraking komen als ze er eenmaal in zitten, lijkt mij het veel ingewikkelder. Ik ben geen expert, maar om ze daar terug uit te halen. Ja. En ik vind het lastig, want kijk, Amsterdam is ook wat dat betreft een eiland in de rest van Nederland. In de rest van Nederland zijn er echt wel heel veel zaken
te zien, waarbij er ook wordt vervolgd gewoon op alleen de drug zelf. Terwijl, dat was wat ik al eerder aangaf, van ik zou het fijn vinden als echt naar ontwrichting wordt gekeken, naar geweld, wapenhandel. Dat je eigenlijk je probeert je pijlen te richten op de groepen die het meeste ellende veroorzaken. Maar dat is meer een soort van. Maar ik denk dat het ook een moeilijk is. Als jouw statement is dat er alleen maar gericht wordt op de mensen dat die. Dat is dus mijn statement niet. Zeker niet in Amsterdam. Maar dus in de rest van het land zijn er echt wel voorbeelden van te vinden. Ja. Mensen die eigenlijk wat dat betreft niet heel veel kwaad in de zin hadden, maar toch voor een rechter staan. Ja. Laten we het gesprek openen naar de zaal. Ja. We hebben twee mensen gevraagd eigenlijk als eerste om even kort te reageren die aan twee kanten van die keten staan. Hè? Degene die er nu enorme last van heeft en degene die daar misschien ook wel de baat bij heeft. Rogier, we hadden jou als eerste gevraagd. Misschien dat je even kunt staan. Want we hebben eigenlijk nog één partij niet aan het woord gehad. Dat is namelijk degene die af en toe misschien wel eens gebruikt. Hallo, ik ben Rogier en ik ben een recreatief kookgebruiker. Het is voor mij iets wat bijna ieder wel in het weekend erbij hoort. Voor mij de vraag is eigenlijk gewoon van, ik hoor dat coke een probleem is in de maatschappij. Voor mij is het eigenlijk, als ik naar een dealer toe ga, is dat het nooit. Want je zegt dat er geweld is en ik weet dat als ik een dealer moet ontmoeten, ik wil absoluut juist geen geweld. Want we weten eigenlijk allebei, wij willen gewoon, dit zijn zaken. En dit zijn eigenlijk zaken waar de overheid zich niet als een maffia overheen gedraagt en geen BTW afdraagt. En daarom is de overheid er tegen. Dat is dus ook wat Thijs eigenlijk zei. De legaliteit is het probleem. Doordat de overheid ervoor kiest om iets te criminaliseren, kiezen zij ervoor om mensen crimineel te laten worden. Want de vraag naar coke is er nou eenmaal. Er is geen alternatief antwoord eigenlijk op. Dus de vraag is er en er valt geld mee te verdienen. En als je arm bent, is de kans is natuurlijk heel goed gekozen te worden om iets waar je veel geld aan verdient daarvoor te kiezen. De overheid kiest die zelf voor. Ja. Wat valt daaraan dan te doen eigenlijk aan die legalisatie? En ook als je gaat kijken naar de normalisering van coke binnen, of normalisering zelfs van drugs binnen de maatschappij. Als je gaat kijken wat Hollywood eigenlijk is aan het uitbrengen, daar zeggen zij en masse dat drugs gewoon geweldig is. Als je naar films gaat kijken. Hoe valt er nog repressief richting drugs te kijken als het toch al een groeiende markt is? Iedereen wil het. Het wordt alleen maar meer. Je zegt het is vechten tegen de bierkaai, dus ga er maar mee aan de slag. Dan weet je het toch je niet. Kan alleen maar. Is het niet makkelijk om te kijken, legaliseer het. Want dan kunnen we tenminste nog de partij die bereid is geen geweld binnen de kookwereld te gebruiken. Want er staat zoveel geld in op. Dus als gebruiker heb jij behoefte aan een beter alternatief? Dat is eigenlijk wat je zegt. Ik heb ook mijn coke die ik haal bij mijn dealer. Het is twijfelachtige kwaliteit. Het is de ene keer anders dan de andere. Het is eigenlijk gewoon een consumable. Er zit geen VWA achter die mij kan garanderen dat het goed is. Dat kan ik natuurlijk wel. Je kan het wel laten testen. Ik kan het gelukkig via Jelinek laten testen. Maar dat is achteraf. Ik heb geen vooraf. Scherp, ik heb geen garantie of wat dan ook. Ja. Dat wat ik krijg. Ja. Het is een duidelijk pleidooi volgens mij eigenlijk, wat ook wel aansluit bij wat Thijs zei. Hè? Ja. En dus misschien die Fairtrade Coke zou ook een goed idee zijn. Ja. Mag ik er iets op aan toevoegen? Ja? Wat je eigenlijk ziet, kijk, het gaat heel erg over cocaïne, MDMA, de soort van harde middelen. In een legale markt zie je heel vaak dat er heel veel zachtere alternatieven komen. Tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten, in de jaren 20, was alcohol verboden. Zag je dat iedereen alleen nog maar whisky aan het drinken was. Dat was gewoon, en dan hele slechte whisky ook. Vreselijk. Het klinkt alsof je erbij was. Wat je ziet is dat een legale markt ontwikkelt zich naar allerlei alternatieven. Die niet direct. Dus als je bij coke kijkt, je zou bijvoorbeeld het coca-blad met cocaïne erin kunnen legaliseren. Waarbij je ook een veel milder gebruik hebt. Dan is het gewoon veel meer als kopjes koffie die je eigenlijk aan het drinken bent. Ja. Qua gevoel. Ja, zeg zo. Jamila. Ja, Tim. Ik sta hier naast Yassir, die ook bereid was om zijn persoonlijk verhaal met ons te delen. Fijn dat je er bent. Ga even bij staan. Maar jij bent hier om je verhaal te delen, maar niet als gebruiker, toch? Nee, zeker niet. Ik ben ook veel tegen het gebruik van cocaïne en andere drugs. Maar ik zie wel in hoeverre dat soort dingen levens van nogal jonge pubers kapot maken. Ik snap dat hij als gebruiker wel zegt van als ik kom bij een dealer dan is het puur zakelijk. Maar dat het helemaal bijna niet gevaarlijk is. Maar het stapje dat daar vooraf gaat. Wanneer een jongen van 16 bijvoorbeeld een kilogram of een kilo coke moet verplaatsen van Osdorp naar Geuzeveld.
En daarvan denk ik van oké, ik krijg 100 euro om iets te verplaatsen. En totaal denk van oké, maar waarom zou ik dan nog naar school gaan als ik zo snel zoveel geld kan verdienen? Ze verliezen totaal het grip over het schoolsysteem. Ze denken ik kan geld verdienen op andere wijze. En dat is eigenlijk waar, mijn ervaring uit jongens in de buurt. Het zijn jongetjes van 16 tot 18 die eigenlijk midden in de groei zitten. En die worden nogal, die worden bijna ook wel vergeten. En ik wil toch ook terugkomen op wat Reinier zei over dat hij, dat hij het standpunt van Olivier aan de kant schuift als flauwkul over toeristen die komen niet naar Amsterdam omdat het als trekprijzen voor wiet of andere softdrugs is. Maar een toerist die komt niet naar jou in het torentje van waar kan ik de beste wiet vinden. Bij ons, ik werkte zelf hier midden in de stad bij een groot warenhuis. En dan krijg je wekelijks de vraag waar kan ik goede wiet vinden van toeristen. En dat zijn dezelfde toeristen die in Airbnb's verhuizen. Dan krijg je dat probleem weer. En ik denk dat je dat, en als je door de winkelstraat loopt, om puur om te winkelen, dan stik je bijna van de wietgeur. En dan denk ik van als je net gaat legaliseren het gebruik van coke en je krijgt toeristen die langslopen, die, weet ik veel, hoe noem je dat, stijf van de coke loopt of iets. En dan, het verandert het hele, het hele beeld en imago van Amsterdam zelf. Ik vind dat, vind ik al best kwalijk en puur, ik denk ook dat nog steeds heel goed gekeken moet worden naar de impact die het heeft op andere jongeren die nu in de coke-industrie zitten, omdat ze wat oudere jongens in de buurt veel geld zien verdienen en in dikke bakken zien rijden. Ja. En kun jij iedereen hier iets concreets meegeven van dit is eigenlijk waar je op zou moeten richten als politicus? Sowieso het preventieve gedeelte. Dus echt bij jongeren, naar jongeren toe gaan, zoals jullie al zeiden, dat is al aangegeven. Maar dat je ook nadenkt aan de sociale en maatschappelijke gevolgen als je dus de coke legaliseert. Want ik weet niet. Maar je hoeft niet per se toeristen toe te laten daar, hè? Hoe doet u? Je kan, kijk, je kan dezelfde situatie houden voor als nu, dat toeristen in principe geen coke mogen kopen. Op dit moment mag een toerist geen coke kopen. Je zou dus kunnen beginnen, want het stapsgewijs, zijn er hier al, daar ben ik helemaal voor, heel stapsgewijs gaan kijken hoe je dit zou moeten doen. Maar je kan toeristen natuurlijk dan verbannen uit die verkooppunten. Je kan op een manier iets doen dat je alleen ingezetenen kan hebben. Die hebben dus eigenlijk nog steeds een klant in de markt waaraan ze het kunnen verkopen. Zeker, zeker. Dus daarom ik zei, het is geen 100% totaaloplossing, maar je moet dus stap voor stap kijken wat kunnen we wel doen. Ja. En dan kan je dus zeggen, we laten alles bij het oude. En dan is het nog steeds, dan is het exact hetzelfde als nu. En daarom zitten we nu aan tafel. Ja. Oké. Dankjewel, Jasir. Laat ik beginnen met te zeggen, volgens mij delen wij heel erg dezelfde visie. Ik denk wel belangrijk om te zeggen dat ik ook, als ik toen ik vroeger achter de bar stond, heel vaak gevraagd werd waar je coke kon halen, ecstasy, drugs. Omdat we leven nou eenmaal in een stad en dat is niet van vandaag of morgen gecreëerd. Na jarenlang weten mensen dat er hier veel drugs te krijgen is. Ik denk eerlijk gezegd dat we dat komende 20 jaar ook niet gaan uitvlakken. Ook al geven wij echt hele andere boodschappen af naar buitenlanders dat je hier moet gedragen. Maar op dit moment is Amsterdam gewoon een plek waar toeristen weten dat er ook drugs is. En ik heb eerlijk gezegd dan nog liever uiteindelijk dat ergens normaal en veilig verkregen wordt dan achteraf in straatjes dat het altijd slecht is. Je zal straks zien bij ADE, wat wij volgens mij, ik in ieder geval, een fantastisch evenement vinden, dat er weer heel veel toeristen op straat, jongens en meisjes, zullen aanspreken om te kijken waar de drugs is. En er zal ook, en dat is waar ik dan altijd bang voor ben, wel weer eens wat misgaan. Dus uiteindelijk vind ik dat ook wel heel ingewikkeld. Wat jij volgens mij, jouw pleidooi is, laten we zorgen dat die jongeren niet de verlokkingen van de criminaliteit opgaan. Dat ben ik helemaal met je eens. Daar moeten we alles aan doen. En dat is verschrikkelijk lastig. Als je namelijk denkt dat je nooit wat van je toekomst gaat maken, dan is heel snel 100 euro verdienen om een pakketje weg te brengen. Ja, zou bijna gek zijn als je het niet doet. En daar moeten we echt wat tegenover stellen. Dat doen we veel te weinig. Er was hier een vraag vanuit de zaal. Ja. Oh, sorry. Ja. Hoi, ik ben Somaya en ik heb het niet specifiek over drugs, maar wat ik er wel over wil zeggen is als ik bijvoorbeeld al op straat loop, dat tabak al bij mij, als ik het al ruik, erger ik me al aan, omdat mijn longen ook beschadigd worden en die van anderen ook. Dus om het echt alles te legaliseren of weet ik veel wat precies, ik denk niet dat dat sowieso iets is wat iedereen over mij eens is, maar dat terzijde, want ik heb sommige dingen gehoord en opgeschreven ook, want ik weet dat als ik uiteindelijk de microfoon weg heb, dat ik nog een keer wil gaan praten. En
Maar wat ik dus wilde zeggen is, vaak hoort men dat er geen geld is om dingen te gaan te organiseren. En ja, er is zeker geld. En hangjongeren, weet je, hangjongeren die willen gewoon een plek. Ik woon in Slotervaart. Ik merk dat hangjongeren geen plek hebben. Waar ze terechtkomen is in een garage. Een garage waar ik mij ook bevind, waar ik in de avond naar binnen moet lopen. Ik voel mij onveilig. Ik moet er zometeen ervoor zorgen dat ik dus zo snel mogelijk hier wegga. Omdat ik geen mensen in mijn garage tegen wil komen. En het is inmiddels al natuurlijk donker. Het wordt steeds eerder donker. Ik moet ervoor zorgen dat ik steeds, en mijn andere buurtgenoten trouwens ook, steeds eerder thuis zijn, omdat het gewoon een onveilig gevoel is. Het is gewoon een flat waar ik boven woon, een garage waar ik daarboven woon, excuses. En ja, je voelt je gewoon hartstikke onveilig. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Daarnaast, wat ik ook nog wilde zeggen, we hebben HVO Querido instellingen bij ons in de buurt. Dat heeft ook een effect, want je ziet gewoon mensen die die bijvoorbeeld gedronken hebben. En wat is dat voor instelling, heel kort, voor de mensen die het niet weten? HVO Querido, ja, zijn toch echt je hebt verschillende instellingen. Hulp voor onbehuizen. Okay. Ja, en verslaafden. Ja. Dus dan zie je ze ook op de straat of op het pleintje, op het Delphanplein. En dan heb je ook kinderen die daar spelen en die zien ze. Het is zo dichtbij bij ze dat ik me afvraag, is het wel de juiste buurt om twee HVO Querido instellingen bij elkaar, niet eens op waarschijnlijk niet eens op 400 meter afstand van elkaar, neer te zetten? En waar is jouw buurt, sorry hoor. Delphanplein, Slotervaart. Okay, ja, om een casus als voorbeeld te geven. Ik liep echt een paar jaar geleden liep ik op de vierde etage waar ik woon. En zag ik aan de overkant, want ik heb zicht op die mensen die daar wonen. Zag ik een vrouw helemaal bebloed op een balkon liggen. Dat is voor mij is het gewoon een heftige ervaring. En ik liep met een vuilniszak en dan denk ik van ja, oké, okay, wat moet ik doen? Ik heb die vuilniszak weggegooid. Ik ben echt letterlijk naar beneden gerend en heb ik het gemeld. Maar ik kon ook daar gewoon, tenminste een shock, ja, gechoqueerd door raken. Want het is, je hebt er zicht op. Ze zijn tegenover je. Je hoort in de avond iets. Ik heb ooit een keer meegemaakt dat er in de ochtend een man bij mij is komen aanbellen om 8 uur 's ochtends om te zeggen dat ik naar hem heb gezwaaid. Dude, wie ben je? Maar op zich, als ik jou hoor, dan hoor ik eigenlijk, twee punten. Aan de ene kant hoor ik ja, frustratie zeg je. Ja, zeker. Wie was die doet? Maar ik hoor ook, hè, het is niet alleen iemand die gebruikt voor zichzelf en die doet wat mee, maar het doet ook wat met de leefbaarheid van waar je woont, hè, die garage waar je niet naar binnen kunt. En het tweede punt wat ik eigenlijk hoor is dat rondom die verslavingszorg, dat ook impact heeft op de wijk waar je woont en dat je dat ook tegenkomt. Misschien. Ja, vooral de zichtbaarheid ervan, ja. Floor, wil jij? Ik denk dat we door die juist de afgelopen jaren heel veel gedaan hebben aan die zichtbaarheid. De laatste tijd zie je natuurlijk wel weer wat meer mensen op straat. Maar ik denk juist, als je het vergelijkt met de jaren 80, toen we echt midden in de heroïnecrisis zaten. Toen was het, als je op straat liep, echt vele malen erger. Nou wil ik niet zeggen dat het helemaal niet meer is. Er zullen altijd natuurlijk mensen op straat zijn die misschien problemen veroorzaken, die verward zijn. Die aan gaan bellen omdat de gedachte werd dat er naar hen gezwaaid wordt. Dat zal je niet helemaal voorkomen, maar daarvoor moet je juist denk ik ook heel erg inzetten op wijkagenten. Omdat die dan zicht hebben op dat soort mensen of op die plekken waar die mensen zijn. En ook met instellingen zoals HVO Querido om tafel kunnen gaan. Om te kunnen zorgen dat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Dus dan is juist die buurtwerker, die buurtregisseur heel belangrijk. Ja, en dat is ook waar, je zei het in het begin, dat daar de afgelopen jaren op is bezuinigd. Op de buurt, want Somaya zegt, waar Somaya is toch? Ja, want die jongeren kunnen nergens heen. Ik praat even zo als Somaya, want anders hoor je me niet. En de algemene beschouwing komen eraan, wat gaan we daaraan doen? Nou, ik zal zeker een pleidooi houden voor meer buurtwerk gericht op talentontwikkeling. Wat je heel vaak ziet is dat jongeren die niet echt een probleemgeval zijn, dus eigenlijk helemaal geen hulpverleningsvraag hebben, eigenlijk ook geen enkele voorzieningen hebben in de wijk. Dus inderdaad, het buurthuis is verdwenen, het potje sporten met een doel is eigenlijk verworden tot een PlayStation toernooitje. En daar is niks mis mee om FIFA te spelen. Maar het is geen teambuilding en je leert er echt niet heel goed van solliciteren. Dat zijn dingen waar we een stuk meer op in moeten zetten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik wil nog wel iets zeggen over HVO Querido, Somaya. Dat zit door de hele stad. Ik realiseer me dat het deel van het plein, dat heeft volgens mij ook een klein beetje te maken met het feit dat we daar gewoon niet heel goed voor de openbare ruimte hebben gezorgd. Het zou echt een goede schilderbeurt
buurt en even alle stenen rechtleggen zou heel erg helpen. Maar er zitten bijvoorbeeld ook hen op de Van Baardenstraat en daar zitten de verslaafden ook voor de deur te roken. Ja, dan maakt het minder impact, want het is de Van Baardenstraat. Maar we moeten deze mensen ook wel een plek bieden in de hele stad. En die zitten echt door de hele stad. Maar dat je dat minder moet doen in buurten die we minder goed vinden en dat beter kan doen in betere buurten, heel graag, ben ik zeer voor. Ik wil misschien nog even Olivier en dan ga ik naar die meneer daartoe. Ja. Het onveiligheidsgevoel van die garagebox waar je dan thuis komt en denkt, ja, wie hangt er nu weer rond? Ik vertrouw het niet. Is dat iets waar je als politie mee Het is iets wat door de jaren heen natuurlijk voorkomt. Dat is één, twee, en dat is altijd zo mooi tussen objectieve en subjectieve veiligheid. We mogen niet klagen als het gaat om het dalen van de cijfers op dat vlak, want dat gaat echt goed. En tegelijk, ik hoor het verhaal van Sumaya, denk ja, dat herken ik op zich ook wel, dat komt voor. En daarbij is nabijheid ook van ons is absoluut een belangrijk gegeven. Ook hier geldt weer, repressie is echt niet het enige middel. En dat is een gezamenlijke klus die we hebben. En wij werken heel nauw samen met HVO Querido. En ik kan me voorstellen dat ze twee vestigingen dicht bij elkaar, zodat het misschien nog wat lastig is. Maar ik ben wel heel blij dat die in de stad zitten. Ja. Ik ga naar deze meneer toe hier, want die had ook een vraag. Hi, ik ben Diego. En eigenlijk ben ik grotendeels ontstemd om de politie aan tafel te zien. Want ik heb het idee dat vooral de programmamakers eigenlijk beter iemand had ik uitnodigen die ook oprecht het probleem bij die onderste laag duidelijker kan, meer policy kan aankaarten daarvoor. Want ik hoorde hier zeggen van, we hebben meer recherche nodig, meer politie. Maar hoorde ik politie ook zeggen van, geweld is onlosmakelijk deel van deze wereld. Dus die geloven niet per se, van mijn gevoel, in een manier van hiermee omgaan dat geen geweld erbij heeft. En had ik heel graag met maatschappelijke werkers willen zien. Mensen die met de straatjongeren werken, mensen die meer met de onderslaag bezig zijn. Want een politie, ja, als je een hamer hebt, lijken veel dingen toch op een spijker. Ja. Ik hoor je eigenlijk zeggen dat er te weinig initiatieven gehoord zijn die hiermee bezig zijn en die inzicht kunnen geven in wat er al gebeurt. Nou ja, ik snap niet waarom er gevraagd wordt om meer politie, meer recherche. Dan zeg je wel direct daarna van Renier dan specifiek. Zal ik daar een antwoord op geven? Dus dat meer wijkagenten waar jij op vindt. Het zijn twee dingen. Er wordt ongeveer gegokt dat er in Amsterdam minimaal 500 agenten nodig zijn. We hebben er de laatste van het Rijk 60 gekregen. Dus je weet dat er ongeveer tussen de 1,4 miljoen mensen dagelijks in de regio Amsterdam zijn. Eigenlijk in wat groter Amsterdam. In het weekend een stuk meer. Straks met ADE nog heel veel toeristen. Die niet echt alleen maar komen om plezierig te dansen. Dat geeft zoveel werkdruk op de politie. Dat je moet voorstellen dat toen bij Wittenburg die verschrikkelijke schietpartij was. Dat ik heb begrepen dat jullie echt andere zaken moeten laten liggen om dat op te lossen. Dat helpt niet in het bestrijden van de criminaliteit. Helpt ook niet voor het veiligheidsgevoel. Het helpt, denk ik, niemand. Ik zeg wel heel duidelijk, je moet beide doen. Dus je moet en een weg voorwaarts doen en zorgen dat de politie weer... Maar je haalt me de woorden uit de mond. Ik wou eigenlijk dezelfde reactie wel geven. Het is nooit één oplossing. Wij blijven heel hard nodig om dat excessieve deel... wat gecombineerd of wat verbonden is aan die wereld van de handel in verdelvende middelen, om die te bestrijden, is hard nodig. Het gaat om enorm grof geweld met veel slachtoffers. Dat is aan ons. En tegelijk moet je dat hand in hand doen met alle thema's die hier al voorbij zijn gekomen. Dus ik zal nooit pleiten voor alleen maar meer politie en het daarbij laten. Volgens mij ben ik daar in mijn verhaal ook duidelijk in. Misschien is het wel een goed moment om eens te vragen of er iemand in de zaal is die zegt, ik ben zo'n jongerenwerker die hier naar kijkt en daar wel iets over wilt. Is uw hand daarvoor? Ja, nee, heel goed. Ja. Mijn naam is Sarah. Ik heb sociaal-cultureel werk gestudeerd en ik doe nu integrale veiligheidskunde. Wat mij voornamelijk is opgevallen is dat er ook gewoon heel veel splitsingen zijn. Dus je hebt dan de politie en dan heb je de jongerenwerkers en dan heb je street corner work. Je hebt allemaal verschillende instanties die zich allemaal bezighouden met bepaalde dingen in de samenleving. Maar je hebt niet echt een totaal beeld of een organisatie die zich echt een beetje overkoepeld over alles wat er eigenlijk gaande is. Want het heeft niet te maken met één bepaald ding dat er eigenlijk speelt. Er zijn wachtrijen bij jeugdzorg, er zijn lijsten bij de psychologen, mensen gaan naar andere alternatieven zoeken. Er zijn veel meer problemen die er spelen onder de jongeren. En inderdaad, de politie is dan ook heel belangrijk, maar voornamelijk een wijkagent is ook gewoon heel belangrijk dat de persoon ook bijvoorbeeld geliefd is in de wijk. Ik heb in het verleden een wijkagent gehad, ik ben zijn naam nooit vergeten, Jan Schutte. En dat was een wijkagent. Niet vergeten. Wat zegt u? Ja, die naam ben je niet vergeten. Dat nee, zeker niet. Waarom? Omdat het een hele leuke en positieve man was die met iedereen in de wijk contact had. Zowel met de jongens die
ja, dingen deden die niet echt geliefd waren, maar ook gewoon met de mensen die wel gewoon leuke dingen deden. Je had, je had allemaal evenementen in de stad als stadspelen waarmee jongeren zich bezig konden houden. Dat is inderdaad ook gewoon heel belangrijk, dat mensen een bezigheid hebben. Ik denk dat het echt te maken heeft met verschillende factoren in de stad. Ja, en eigenlijk zeg je dan ook dat we te veel verengen als we alleen maar doen alsof het om drugs gaat met de jongeren. Precies, ja. Ik denk dat het een onlosmakend probleem is. Met, ja, je hebt eigenlijk heel veel factoren die daarbij ook gewoon een grote rol spelen. Ja. Reinier misschien? Ja, ik ben het eigenlijk volledig met je eens. Ik heb er heel weinig aan toe te voegen, behalve dat dit nu echt wel voor de politiek, daar zou ik me hard voor maken. Maar ik weet zeker dat als Rutger hier gezeten had, het precies hetzelfde had gezegd. Dit is iets waar we veel beter op moeten inzetten. Uiteindelijk geloof ik dat de oplossing is. En dat heeft inderdaad niet alleen maar met drugs te maken. Dat heeft veel meer met kansen te maken en een toekomst. En alles uit je leven kunnen halen waar je ook in Amsterdam geboren bent. Maar reageer je dan ook op dat er zoveel stakeholders zijn en er eigenlijk niks overkoepelends is om dat een beetje te regisseren? Ja en nee. Kijk, er zijn wel degelijk heel veel overkoepelende overleggen. Het probleem is alleen dat omdat we niet willen dat de wijkagent tegelijkertijd ook jongerenwerker is en een zorgaanbieder, betekent dat je dus drie verschillende mensen aan tafel hebt. Dat is wel aan ons als stadsbestuur om dat goed te organiseren. Kan daar veel beter, zeker. Wat we bijvoorbeeld nu gedaan hebben, is alles bij één wethouder ondergebracht. Dus zorg, jeugdzorg, preventie, jeugdcriminaliteit zit straks allemaal bij één wethouder samen met jongerenwerk. Dat geeft in ieder geval bestuurlijk meer de cohesie, om het zomaar te zeggen. Maar ja, uiteindelijk is een zorgverlener weer wat anders dan een wijkagent. Je zal altijd wel meerdere mensen aan tafel moeten hebben. Ja. Ik zit ook even naar de tijd te kijken. Ik denk dat we nog even inventariseren hoeveel vragen er zijn. Ik had jou een vraag geloofd. Daarachter en die jongen, dan doen we zullen nog zullen we ze anders eerst vragen verzamelen? Ja, dan kunnen we ze in één keer oppakken. Schrijf jij? Dan moet jij ik onthoud ze niet. Hoi, ik ben Omeema. Ik studeer bestuurskunde aan de Hoogte van Amsterdam. En daar hebben we ook een minor drugsbeleid. Ik, en ik heb eens een keer had ik er met een docent daarover, die de minor coördinator is. En die vertelde mij dat onder drugsdieren, daar vallen ook heel veel studenten onder. En ik hoor nu dat er onder drugsdieren juist gesproken wordt over jongeren uit kansarme wijken. Maar ik denk dat we ook een groep drugsdieners missen. En dat zijn studenten. Ja. Nou woon ik zelf in Bosselommer. In een gedeelte dat van oudbouw naar nieuwbouw verhaalt. In die oudbouwwoningen, waar zijn de oude bewoners eruit gegaan, daar zijn tijdelijk studenten komen te wonen. Nou, ik woon mijn hele leven in Bosselommer. Ik heb nooit drugs op straat gevonden. Toen dat er studenten kwamen wonen, toen heb ik naden op straat gevonden, pillen op straat, vodkafels die kapot zijn, zelfs condooms op straat. Nou, ik weet niet. Echt van alles en nog wat. Ik heb me een beetje zorgen gemaakt over Bosselommer. Nou, gelukkig zijn de studenten die kwamen er maar tijdelijk te wonen, want die huizen zijn weer gesloopt. Maar ja, ik denk dat de politie. Ja, je mist echt een groep. Ja, ik heb er wel iets over te zeggen. We gaan even eerst de vraag verzamelen, maar iedereen wil hierop reageren. Dus kijk, wie houdt het nog even vast. Ja. Hi, ja. Ik had eigenlijk een vraag, voor mij is het niet helemaal duidelijk. Ik heb nog niet heel veel gehoord over de verslavende effecten van coke. Ik bedoel, is het niet een beetje naïef om te denken dat er echt een sweet spot is tussen commercieel gebruik en een illegaal gebruik? Nee. Nee, ja, dus dat is heel moeilijk. En aan de andere kant hoor ik in de media. De politie grijpt in, ja. Dat is heel duidelijk nu. Maar aan de andere kant hoor ik ook in de politiek heel veel verhalen over dat roken echt heel erg slecht is en dat dat niet verkocht zou mogen worden. En dan hoor ik nu opeens van, maar coke, ja, dat moet eigenlijk wel moet kunnen, want dat is hartstikke slecht om te maken. En dan denk ik, ja. Oké, en dat is ook een goede slotgedachte. Zijn we niet te makkelijk over dat verslavende heen gelopen vanavond? Is het niet een beetje makkelijk om te denken dat iedereen daar zelf zijn keuze in kan maken? Ja, is het niet te makkelijk dat iedereen er zelf zijn keuze in kan maken? Ja. En hiervoor zag ik nog een hand. Wie was dat nou? Ja, jij was dat. Kan me vast. Ik denk dat het belangrijk is om ook te beseffen dat bij de gemiddelde dealer niet enkel coke en MDMA verkrijgbaar zijn, maar een heel groot assortiment aan middelen. En dat op het moment dat het voor mij bijvoorbeeld goedkoper is, op het moment dat ik slecht slaap, om bij een dealer wat benzodiazepines te halen, dan wanneer ik naar mijn huisarts stap en dit via de verzekering moet spelen wat ik niet vergoed krijg. Het is goedkoop om dat via een dealer te spelen en tegelijkertijd, mijn dealer is er toch al. Ik kan net zo goed ook twee zegels halen en 5 pillen voor 20 euro. Hé, 1 pil gratis, korting. Ik haal 60 soorten drugs.
Nu ben ik zelf heel goed voorgelicht en geef ik om mijn lichaam. En ik ben heel blij dat er heel veel instanties zich inzetten voor voorlichting. Maar voorlichting is ook niet alles. Heel veel mensen zijn zich bewust van het gevaar van combinatiegebruik. En combinatiegebruik is veel gevaarlijker dan gebruik van één substantie. En ik heb zelf het idee dat op het moment dat er bij een loket drugs worden uitgegeven, harddrugs, dan ja, niet meer harddrugs of misschien nog steeds wel, maar in ieder geval gedecriminaliseerd, gelegaliseerd, dat er ook geadviseerd kan worden over, hey, deze twee dingen kan je niet samen nemen. Je mag niet dit en dit tegelijk komen, kopen, want het combinatiegebruik daarvan kan hele dodelijke effecten hebben. Eigenlijk een drugsapotheek. Een drugsapotheek in plaats van een nachtapotheek. En een informatieplicht. Ja. Ja. Nou, volgens mij zijn dat drie heldere gedachten. Die kunnen we misschien meteen meenemen in het rondje. Hoe nu verder? Hoe nu verder, wat zijn de concrete interventies die we kunnen doen? Ja, ik... toen de dame het had over de minor drugsbeleid, merkte ik dat iedereen hier aan tafel die minor ook wilde gaan volgen. Ja, het is wel bekend. Ik wil in ieder geval wel reageren. Dat is maar we hebben een aantal vragen gehoord over de groep drugsdealers, de studenten, waar we het niet over hebben gehad. Ik dacht toen ook meteen aan het gebruik op de Zuidas. Daar hebben we het ook niet over gehad, over die andere groep gebruikers. Nee, het grote assortiment en de informatieplicht. En over het maken van keuzes. Jullie mogen zelf bepalen welke jullie dan pakken om te antwoorden, maar neem dan ook meteen mee van hoe nu verder, vanuit je eigen professionele setting. Ik vind ten aanzien van die eerste in ieder geval wel belangrijk om te voorkomen dat er allemaal beelden rondgaan die toch denk ik niet kloppen. Namelijk die jongeren waar we het net over hadden in Amsterdam-West, Oost en Zuidoost. Dat gaat zeker niet over het gebruik van verdovende middelen. Dat is een categorie van jongeren die soms voor een deel, hè, lang niet allemaal, laat het ook duidelijk zijn, maar voor een deel aan de zijkant van onze samenleving staan en daarmee risico's lopen. Daar moeten we veel aandacht voor hebben. Dat is één. Twee, er wordt wel eens in uw toiletpot gekeken. Niet door ons overigens, maar door onderzoekers. En die zien op basis van een onderzoek dat om de paar jaar wordt gehouden, waar nu zeg maar meer dan gemiddeld verdovende middelen worden gebruikt. En interessant is dat rond die Zuidas en in Amsterdam Centrum dat mooi piekt. En dat past bij het beeld wat net ook werd gegeven. Dus het is ook echt niet zo dat het alleen maar die arme jongens zijn die dat gebruiken. Nee, dat zie je door de samenleving heen en vooral bij die groepen. En dat is een gegeven en daar hebben we ook gewoon mee van doen. Ja, nee, dat is absoluut waar. Dat weten we. De gebruikers is over het algemeen hoog opgeleid. Amsterdam-Zuid, Centrum. Overigens de drinkers ook, hoor. Dus wat dat betreft. Nee, maar goed, in zekere zin doet de politie. Hè, dat hebben we genuanceerd. Je wil niet zeggen dat de gebruiker verantwoordelijk is voor wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd zou je misschien ook de aandacht dan kunnen richten op het appel van die student die lekker in zijn vrije tijd gaat. Ja, niet verantwoordelijk is en tegelijk wel onderdeel is van een systeem. En dat beseffen, dat mag er wel zijn. Ik herhaal het toch nog een keer. De andere punten. Ja, nou, Thijs wilde heel graag reageren. Nou ja, dat ging. Ik dacht dat je het ook had over de dealers. Ja. Ik heb meegewerkt aan een project voor de VPRO, dat heet De Industrie. Waarbij we eigenlijk probeerden toch. Iedereen moest anoniem blijven, maar toch een soort gezicht te geven aan die hele industrie. En mij viel wel op dat het toch ook door alle lagen van de bevolking, het gaat niet over gebruikers, maar dus ook dealen, zit. Wat je wel merkt is dat uiteindelijk de war on drugs, om hem zomaar gewoon even te noemen, zorgt dat voor mensen die toch al economisch zwak staan, het heel makkelijk wordt om dus een andere kant op te slaan. En daarmee eigenlijk een enorme groepen in die wijken ook de hele tijd in die plek worden gehouden. Dus de dealers bestaan zeker uit meer dan alleen maar de allerarmste. Maar die worden extra geraakt, laat ik het zo zeggen. En dan heb je nog een hele grote groep idealisten. En ontzettend veel informeel dealen. Gewoon mensen die 20 pillen halen omdat zij nou eenmaal de dealer kennen. En die aan hun vrienden verspreiden. Dat zie je dus ook heel duidelijk. Ja. Dus die studentenhuizen, dat één jongen of meisje het allemaal op zich neemt. Dat is heel duidelijk. En die komen ook wel eens voor recht te staan. Ja, het ging al eerder over verslaving en of we dat niet bagatelliseren. Ik denk dat het niet is per definitie dat we alles maar gaan reguleren en dat we daar helemaal niet gaan nadenken over, als we het ooit zouden gaan doen, wat voor verslavingsrisico's er aan zitten. Natuurlijk, cocaïne is natuurlijk ook absoluut een verslavend middel. En daar moet je natuurlijk ook de voorzorgsmaatregelen voor hebben. Ik ben ook absoluut geen voorstander voor cocaïne in de Albert Heijn of iets in die richting. Als je überhaupt al een vorm van regulering van cocaïne zou denken, moet je echt bedenken van dat je via bepaalde afgiftepunten zou gaan doen. En daar zijn we absoluut nog niet zo ver dat we dat weten hoe we dat zouden moeten doen. Maar het zou gewoon wel goed zijn om eens een keertje met elkaar, en ik denk dat dit ook al een begin is, out of the box te denken van
We zijn al zo lang bezig met die war on drugs en het heeft zo weinig effect. De middelen zijn zuiverder dan ooit. Je kan het op elke straathoek krijgen. Er zijn verschillende assortimenten aan middelen die in de dealer tegenwoordig allemaal uitbrengt. En het werkt gewoon niet. We moeten gewoon met elkaar kijken hoe we het anders kunnen oplossen. Ja, en misschien komen we dan toch uiteindelijk uit bij de Fairtrade Coke. Ja, maar Fairtrade Coke betekent reguleren. Want je kan geen Fairtrade Coke doen als er niet een gereguleerde markt bestaat. Want je kan wel een leuke stempel op Coke plakken. Maar als je niet kan nagaan waar het vandaan komt. Coca-Cola weet je heeft niet dat, hè? Ja, het begon ooit in Coca-Cola. Nee, nog steeds. Er zit nog steeds een coca-siroop in Coca-Cola. Ja. Alleen de cocaïne wordt eruit gehaald. Dus er zijn legale... Ja, we hadden ooit een coca-fabriek in Amsterdam. Er zijn legale coca-plantages in Zuid-Amerika. Daar wordt coca vandaan gehaald. Gaat naar North Carolina. En daar haalt een farmaceutisch bedrijf de coke eruit voor de medische markt. En de siroop gaat naar Coca-Cola. Nog altijd... Tot nou, we gaan ze allemaal een colaatje drinken aan de bar. Reinier, je mag als laatste reageren. En leukste vraag om aan politici te stellen is ook... waar kunnen we jou op afrekenen als het gaat over drugscriminaliteit? Maar reageer eerst op de vraag en dan mag je met het afrekenen. Het term afrekenen vind ik wel dubieus. Ja, hij moest een keer vallen deze avond. Laat ik beginnen met even in te haken op die verslavingsvraag. En volgens mij wat jij ook zegt. Kijk, ik heb... laat ik zeggen van mijn vrienden, maar ook zelf nooit meegemaakt... dat de dealer uitgebreid gaat voorlichten wat je allemaal wel en niet kan doen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat in de kroeg ook te weinig gebeurt. Wij zijn wel, mijn mensen die achter de bar staan... echt wel na een paar biertjes te veel zeggen... goh joh, je bent zeker niet met de auto en ga je straks wel veilig naar huis... is er iemand bij, dus dat gaat al beter. Maar wat ik hoop, en dat doen bijvoorbeeld coffeeshops in de binnenstad heel erg goed. Die lichten gezamenlijk met een hele aantal goede shops. Een hele campagne om toeristen voor te lichten. Dat is belangrijk, want je kan gewoon niet een hele joint oproken als je net 10 bier hebt gedronken. Dat lukt ons hier aan tafel allemaal niet. Lukt je zeker niet als je de wiet niet gewend bent. Daar hebben ze allemaal stevig op ingezet. Dus uiteindelijk is reguleren ook wel de kans om iedereen in aanraking te brengen met voorlichting. Daarom is dat testen ook zo goed. Laat een keer je drugs testen. Je kan meteen een heel scala aan vragen stellen over wat je wel kan gebruiken, wat je niet kan doen. Dat is wel uiteindelijk het goede werken. Wat Floor doet, ook Unity op de feest, dat is uiteindelijk wel de manier om mensen voor te lichten. Want verzwijg je het, dan gaan er uiteindelijk ook ongelukken komen. Dan waar je mij op kan afrekenen, ik beloof. En ik hoop eigenlijk dat we, dat zei ik al, een bredere maatschappelijke discussie hebben over wat kunnen we wel. Het startschot mag je van ons verwachten, zal begin volgend jaar gegeven worden. Dan zal het bestuur van Amsterdam beginnen met een nieuwe visie op drugsgebruik. Zoals ook in het coalitieakkoord staat, waar ook onderzocht wordt hoe we het kunnen decriminaliseren. Tot aan MDMA. Ja, laat ik zeggen, dat is nu een beetje... maar ik zal daar met Thijs nog wel eens een kop koffie over drinken. Maar dat is nu een beetje wat ik in mijn hoofd heb. Ook omdat ik denk dat nu te hoog, te groot en meeslepend zijn... dat alleen maar slecht is. Maar we moeten dat stapje voor stapje doen. Dat was 4 jaar al geleden onbespreekbaar. Ja. Hè? Toen ik ben ooit begonnen aan het hele project... omdat iedereen zei dat ze er niet over wilden spreken. Want de taboe was te groot. Ja. En ik zit dus wat dat betreft ook met klapperende oren te luisteren... naar dat D66 hier openbaar en zo, dat gewoon vertelt. Dus er zijn al zaken aan het veranderen. Baby steps. Ja. Ik ben heel hoopvol. Ja, heel zeker. Goed. Nou, heb je wel het laatste woord van Reinier gepakt... maar wel met hoopvolle woorden. Ik wil jullie heel graag bedanken, maar ik ga zo vragen of de mensen jullie ook willen bedanken. Maar we gaan er nog niet meteen weg, want we hebben Atta de Talk zo nog. Maar eerst wil ik heel graag en geef ze een warm applaus voor dit open gesprek. Thijs Roes, Floor van Bakken, Reinier van Dantzig en Olivier Bichu. En normaal gesproken probeer je dan als gespreksleider of moderator dat zelf samen te vatten. Maar in dit geval hadden wij het geluk dat we daarvoor konden vragen Atta de Tolk, schrijver, ondernemer, woordkunstenaar, die ons mee zal nemen in zijn beschouwing van deze avond. Dus Atta de Tolk, de vloer is voor jou. Geef hem een warm applaus. Hallo allemaal. Hallo. Hallo allemaal. Oké, hij doet het. Mijn naam is Yazan Fouad Jadalla. Bij sommigen bekend als Atta de Tolk. Zoals aangekondigd, ik ben schrijver en woordkunstenaar. In die hoedanigheid ben ik hier vanavond. Ik heb daar in een heel mooi hoekje gezeten. Ik heb een tekst geschreven die ik graag aan jullie wil presenteren. Als dat mag.
Zeker. Wil ik beginnen met de vraag, ben ik voor iedereen goed verstaanbaar? Ja. Oké, goed zo, achterin. Oké. Coke heeft iets interessants. Zie de opkomst voor deze Coke-workshop. Is het te populair aan het worden? Hoe drukken we op de noodknop? Als we de toeristen meetellen, zoeken we een wekker met een noodstop. Zien we aan cijfers dat het probleem eigenlijk te groot wordt? De cijfers lijken mee te vallen. We vergeten sowieso de verzwegen getallen. Drugscriminelen laten machinegeweren bijna wekelijks knallen. Er is zelfs meer te verdienen met dealen dan met voetballen. Die kleine boys uit de buurt zien hoeveel mensen gebruiken. Dus weten ze meer balletjes te pasen dan Kevin de Bruyne. De burgerbeschermende instanties hebben daarom een samenwerking. Ze houden het hoofd net boven water, maar vragen wel om versterking. Maken we het te groot? Coke zorgt toch ook voor plezier? In de horeca verspreidt het uitgebreid als zijn grote broer bier. Gooi die deur niet dicht. Hou hem op een kier. Coke lijkt gevaarlijk op meer dan een enkele manier. Voor zowel de gebruiker als de verkoper. Het lijkt doop tot alle doop is opgesnoven. Al is de inzet ook vaak preventief. Wanneer het voor je neus ligt, maak je die beslissing impulsief. Het netwerk is ontzettend creatief. Zie het voorbeeld van de Nederlandse cocaïnefabriek. We schuiven het vaak weg als complottheorie, maar het is nog zeer recent in de vaderlandse historie. Politie bestrijdt het nu met partners als een team. Desondanks is drugs ondertussen mainstream. De gebruiker aanspreken, misschien met de aanbieding. Besef van de achterliggende wereld of onderliggende wereld doet niks met feelings. Moet het misschien meer als fair trade met de blokken die je breekt? De producent ziet niet eens hoeveel flappen de handelaar in zijn zakken steekt. Dit wereldje is smerig. Iedereen pakt een grammetje mee. Liedjes met say nope to dope en iedereen danst mee. Cash rules, dus we raken overspoeld. Het is overal, het maakt niet uit hoe jij je voelt. Zelfs overvloed op het internet, overstromingen, tsunamis van coke op het dark web. Discussiëren, machteloos aan tafel. Alleen een lijntje mist nog. Sorry, ik versprak me, alleen het wijntje mist nog. Water bij de wijn, geen genade voor de pijn. Worden we allemaal verslagen door de waarde van één lijn? De prijs is laag, de aanvoer of invoer was nog nooit zo hoog. De war on drugs, ondertussen een poging van wanhoop. Er werd ook gezegd, wees flexibeler met de wet. Weet je wat, ik word wel de bedrijfsleider van dat legale loket. Dan gaat de omzet op in rook als een illegale sigaret. Die dealer uit de pijp met zijn retreat gebruikt een bedrijf. En hoe higher je bent, hoe beter je die man begrijpt. Als je financieel onafhankelijk bent, dan ben je vogelvrij. Maar zoals de filosoof Notorious B.I.G. ooit al zei, never get high of your own supply. In de VS verkocht de CIA coke om oorlogen te betalen. Dat is pas een politieke afweging. Er zijn officiële documenten die dit standpunt erkennen. Ze runnen die handel als atleten bij estafetten. Zelfs het gedogen van wiet in de VS komt door Amsterdam. Waarom missen wij dan op drugsgebied nog steeds het masterplan? Waarom moeten dealers sneaky doen met hun achterban? Drugshandel is verplaatst van steegjes naar jouw grachtenpand. En als je geldstromen probeert te blokkeren, dan kunnen lobby's je pijnigen. Als voorbeeld, Holleder hield ook niet van Heineken. Je houdt een handel lang in leven als je geen problemen maakt. Al heb je MDMA in je DNA. Word je slapend rijk als je niet te vaak uitslaapt. Je ziet aan mij dat een grammetje niet veel uitmaakt. Door handel overkom je sommige drempels en hordes.
Hoe denk je dat Jay-Z zo groot is geworden? Wat is verslavender, cocaïne of nicotine? Het land draait op drugshandel als een auto op benzine. Of diesel, of LPG, of hybride. Moet je je deadline halen, je concentratie nog langer mee, dan helpt je lokale dealer je vast over de streep. Een hogere omzet dan Philips. Gaat er al een lampje branden? Er is betrokkenheid en corruptie van alle kanten. Ze transporteren het tussen bananen, mango's en papaya's. Mede oorzaak van de frustraties van Somaya. In de jacht naar Doekoe is een verharding bij boys uit de buurt. Als bij een ribdeal liggen ze dubbel en twee kanten onder vuur. Wat ik hypocriet en tegelijkertijd prachtig vind, is dat we ons concentreren op kleine boys op scooters met een onschuldige klantenkring. En als je je erin verdiept, dan is het typisch en vaag. Het is alsof je een draak wilt verslaan door niet te mikken op zijn hoofd, maar op een haar op zijn staart. Verslaving. Wanneer is het zover? Wie gaat over de bepaling? Als je eenmaal te ver gaat, dan heb je aan alles maling. Moeten we het maar opgeven? Misschien zelfs negeren of reguleren? Misschien microdoseren? Het is heel heftig. En afkicken doe je echt niet zomaar. Dus gun jezelf gewoon af en toe een Coca-Cola. Dank je wel. Ja. Atta de Tolk, dames en heren. Dank je wel. Wat heb je dat toch weer mooi samengevat. Dank dat je dat hebt willen doen vanavond. Ja, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze avond over drugs. En alles wat daarbij komt kijken. En er is nog genoeg om over door te praten. Dat gaan we aan de bar doen. Sippend aan een colaatje, kijkend naar Ajax. Dank voor jullie komst en graag tot de volgende keer. Dank jullie wel. Ja.